Leuk dat je weer kijkt of luistert naar Ambers podcast. Ik zit hier met niemand minder dan Renate de Let. En ik heb Renate en Richard mogen helpen met hun hond Bobby. En zo zijn ze in mijn netwerk terechtgekomen eigenlijk. Het een en het ander heb jij volgens mij online bij mij gevolgd. En gewoon een superleuk contact aan overgehouden. In ieder geval, ik vind het superleuk. En ik denk jij ook, anders zat je hier niet. Nou, en nu is er ook een Flip. Daar wil ik natuurlijk daar ook even alles over weten. Want die memo had ik een beetje gemist. Maar er is ook een Flip. Dat is ook een hondje in het huishouden. En Renate die vertelt op Instagram voornamelijk op dit moment, in ieder geval in mijn vizier, het een en het ander over opvoeding. En daar hoort onderwijs ook een beetje bij. Hoe zij daarnaar kijkt. Hoe ze dat met haar kinderen doet. En dat vind ik echt buitenmachtig inspirerend. Dus vandaar dat ik je eigenlijk heb uitgenodigd. Niet alleen om over Flip te praten. Ja, nee, gelukkig. Nou, ik vond de intro al helemaal leuk, Amber. Ja, ja. Ja, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Ja, ik vind het ook echt heel leuk om hier te zijn. Ja. Ben je Renate de Let of word je vaak de vrouw van genoemd? Het wordt wel beter. Het wordt wel beter. Maar het is wel vaak nog vrouw van Richard. Ja. Ja. Vind je dat vervelend? Vond ik wel. Ik vond het heel irritant zelfs. Maar nu gaat het wel beter. Ik heb me erbij neergelegd. Ja. Nee, ik vond het in het begin, ik denk een jaar of 2, 3 geleden, begon het me enorm te irriteren. Oh ja? Maar ik denk dat ik toen ook nog heel erg een beetje aan het zoeken was naar mijn eigen rol en mijn eigen plezier. Ja. En dat ik daarmee steeds teruggetrokken werd in de vrouw van Richard rol. En dat ik dacht, ja, maar dat wil ik nu niet meer zijn. Ik wil best nog wel de vrouw van Richard zijn, maar niet meer die schaduw bijna. Ja. Ja. En nu ik meer mezelf ben, ja, vind ik het helemaal prima om de vrouw van Richard te zijn. Ja. Ja, dat is denk ik ook wel echt een proces waar je dan doorheen gaat. Ja. 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 En misschien voor degenen die dan niet weten wie Richard is, want die zijn er ook nog steeds. Ja, Richard de Let is mijn man, is de man van Renate. Ja, ja. En hij is enorm bezig met gezondheid en leefstijl en beweging en voeding en... hij heeft vroeger geneeskunde gestudeerd aan de VU. Toen we elkaar leerden kennen, deed hij geneeskunde. En daar is hij mee gestopt naast de doctorandus, omdat hij het regulier geneeskunde... Ja, hij was daar gewoon niet meer op zijn plek. En toen is hij met heel veel omzwervingen en een praktijk en allerlei toestanden... is hij uiteindelijk oersterk gaan schrijven, een boek over hoe we wat meer dichter bij onze natuur kunnen leven. En nu maakt hij hele irritante supermarktfilmpjes over BZL en cola en allerlei andere fratsen. Waarmee mensen hem nu kennen. Ja, ja. Irritante supermarktfilmpjes. Ja, ja. Je vindt ze niet zo leuk, begrijp ik? Nou, nee. Nee. Dat is voor een andere podcast. Nee, ik vind ze superleuk. Maar ze zijn natuurlijk erg prikkelend, zeg ja, maar. En daar verschillen we nog wel eens van mening over. Ja. Maar daar kennen veel mensen hem van. Dus als ja, we ergens zijn, dan zeggen heel veel mensen nu van... Oh, jij bent op TikTok en die TikTok-video's. Ja. En ja, die jongen weet niet eens hoe TikTok werkt. Maar nee, die filmpjes worden gewoon op zijn account gezet. En ja, dat gaat dan online. Ja, ja. Ja, okay, maar ik ben ook die van het regenfilmpje. Oh ja. Van het regenfilmpje ben ik nou. Ja. Maar de reden waarom ik met die vraag begin is... ik was natuurlijk naar aanleiding van deze podcast een beetje aan het invoelen... en een beetje vragen aan het bedenken... En een beetje voorbereiden, niet heel veel, maar gewoon in mijn gedachten, zeg maar, ja, visualiserend. Van wat is nou leuk voor de luisteraar en nou, welke kant gaan we op? Het wordt nooit dat, wat ik visualiseer, maar goed, dan ben ik er in ieder geval even geweest. Ja. En toen dacht ik van, ja, hoe zou dat... Ik ken dat natuurlijk niet om de vrouw van te zijn, maar ik was wel altijd... Mijn zus is 7 jaar ouder, dus die had het basisonderwijs al voor mij gehad. En ik was zusje oh, ja, van. Oh ja, ik was oh, zusje ja, van Monique. Oh ja. Nou, dat vond ik ook... Heel ik ben irritant, gewoon Amber. Ja. Ik ben niet het zusje van... Ik ben ook het zusje ja, van Monique. Ja, ik heb mijn eigen weg. Ja, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Of, je wordt toch vergeleken dan. Ja, of je bent van... wel wilder, hè? Als je zus of zo. Oh ja. Oh, je hebt wel een mulder op zitten. Daar zijn we niet gewend van je ja, zus. Altijd dat, weet je wel? Dus daar kon ik een beetje misschien voelen van... Oh ja, dat is echt niet fijn als dat het altijd is. Nee, nee. Dat is overigens niet meer, want je gaat elkaar, ja, je stapt uit elkaars pad eigenlijk. Hè? Dus dan ja, ga je een andere ja, weg. Ja, je op, gaat je eigen weg. En ja, in het geval van zusjes ook. Je bent een ander karakter. Je hebt een andere. Ja, de ene is goed in rekenen, de andere is veel beter in taal. Dus zeker, je kan ook helemaal niet vergelijken. Maar zeker, ja, zo dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt wel. Ja, leuk. Ja. Alright. En ja, op welk pad? Je zegt, ik ben ook een pad op gegaan, een beetje zo'n 3 jaar geleden. Welk pad is dat geworden dan? Nou ja, ik ben leerkracht. Ik heb de PABO gedaan vroeger. En ik heb
aantal jaar voor de klas gestaan. Ik ben denk ik een jaar of 8 geleden minder gaan werken, omdat ik dan meer bij de jongens kon zijn en meer bij Oersterk en bij Vitaly, dat zijn onze bedrijven. Oersterk is het bedrijf van Richard. Daar werkte ik toen ook bij om te helpen. En 4, 5 jaar geleden zijn we Vitaly gestart, supplementenmerk. En die doe ik. En dat kon ik natuurlijk heel fijn in mijn eigen tijd doen. Als de jongens op school waren. En of ik moest zeggen Noah, onze oudste, die is 14. Zijn jongste was toen nog niet geboren. En dat was voor mij een veel fijnere verdeling. En in het onderwijs voelde ik me sowieso al niet meer heel erg op mijn gemak. Paste me niet meer zo, het systeem. Maar daar komen we nog wel op. En toen ben ik bij Oersterk en bij Vitaly eigenlijk gaan werken. Wat ik super leuk vind. Ik heb hele leuke collega's. Ik vind het echt heel leuk om met Ries ook samen te werken. Maar het is niet mijn passie. Het is niet mijn joy. Ik werk er graag, maar het is niet van mijn intrinsieke motor uit. Onderwijs en kinderen is veel meer mijn ding. En toen ben ik 2 jaar geleden een Amerikaanse studie gedaan van Dr. Shefali. Dat is een Amerikaanse vrouw die met bewust ouderschap bezig is. En toen dacht ik, dit vind ik wel weer echt heel vet om te doen. En zo ben ik weer een beetje gaan bouwen naar, wat vind ik nu echt heel leuk? Waar ga ik van aan? En wat prikkelt mij? Ja, dus met Oersterk en Vitaly is het eigenlijk meer, misschien wat ik hoor, de droom van Richard, waar jij op aanhaakt, waar jij op ondersteunt. En jouw eigen droom is echt wel meer richting de kinderen aan het onderwijs. Ja, kijk, Oersterk is begonnen vanuit een soort noodzaak, want we gingen hartstikke failliet. En niemand kon werken bij Oersterk. Dus toen zei ik, kom je wel helpen. Zo is het eigenlijk gewoon begonnen. Richard had 2 medewerkers in dienst. Die moest hij ontslaan, want het ging gewoon niet meer goed. 8 jaar geleden, denk ik. Ja. En toen ben ik ingestapt. Logisch, om te helpen. En toen kwam Vitaly. Ja, daar was eigenlijk ook wel iemand bij nodig. Want dat was ook een uit de hand gelopen grapje. Toen zei ik, ik pak dat wel op. En dat heb ik gedaan. En nu denk ik eigenlijk, mag iemand anders het wel oppakken. Ik ga weer mijn eigen ding doen. Ja, ja, dus eigenlijk even crisismanagement gedaan. En nu loopt het weer en dan denk je, nou is er weer ruimte voor mij. Ja, echt een beetje de vrouw van de rol genomen. was het wel. Ik pak het wel op. Ja, jij hebt het zo druk, laat mij dit maar doen. En dat ging op een gegeven moment denk ik wel een beetje wrijven. Van ho. Ja, nu is het wel genoeg. Ja. En welke rollen heb je dan vervuld? Wat ben je gaan doen binnen het bedrijf? Ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, dat is gewoon zo. Dat vragen meer mensen en ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Het is natuurlijk zo breed. Als je kijkt vanuit Oersterk, waar we ooit begonnen zijn, dat is boeken inkoop, drukken, verzenden. Maar ook de agenda van Ries, een mailbox. We hebben zoveel mailtjes van mensen met ontstoken teennagels. En amandelmelk of niet, of wel, of havermelk. Echt alles, website die dan de server weer er even uit ligt. Of waar bestellingen weer niet goed binnenkomen. BTW-percentage, wat verkeerd staat in onze shop. Nou ja, eigenlijk... Herkenbaar. Ja, er komt de telefoon die het weer niet doet. Of de voicemail die moet worden ingesproken. Het is van de hoed en de rand. Ja. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken als je een bedrijf start. Dat weet jij als geen ander. Ja. Dat er op een gegeven moment, we hadden nog koffie moeten kopen of printpapier. Dat zijn allemaal... Maar echt een beetje organisatorisch hoor ik daar ook in. Dat alles gewoon echt smooth loopt. Ja, dat vooral. Maar dan ook bijvoorbeeld als Ries dan een boek schrijft, dan moet dat nagelopen worden, nagelezen. Ook blogs, linkjes, dan moeten erin. En dat deden we eigenlijk allemaal met z'n tweetjes gewoon. Wow. Ja. Ja, dat was veel. Ja. Ja, want hij schrijft veel en dan... Hij schrijft veel te veel, ja. Maar ook dat is natuurlijk ook weer... Je post veel online, ook als je kijkt naar blogs en content. Maar 5 jaar later zijn er weer andere dingen relevanter. En dus wat je 5 jaar geleden zei, misschien helemaal niet meer adequaat op wat je vandaag wil zeggen. Ja. Dus ook dat is een stukje bijhouden van... maar wat is onze visie vandaag? Ja. Weet je wel? Ja, up-to-date houden. Ja, waar Richard 5 jaar geleden zei van gluten, daar moet je echt niet aan beginnen.
zegt hij nu van, nou, af en toe een beetje zuurdesem. Zo ging het nog niet. Nee. Af en toe. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk interessante ontwikkelingen. Ja. Maar waar je gewoon handjes bij nodig hebt. Ja, en ook dat gezondheid dus niet een vaststaand iets is. Het is een ontwikkelingsiets. Ja. Ja. Continue in ontwikkeling. Oké. En toen, maar jij werkt nu helemaal niet meer in het onderwijs, toch? Ik werk nog wat voor Oesterk, maar in de praktijk minimaal. Ja. Alleen bij bij evenementen of bij grotere dingen, dan help ik mee. Ja. En ik kijk ook mee naar de missie en de doelstellingen en dat soort dingen. Maar voornamelijk ben ik bij Vitaly nog aan het werk. Ja. Maar dus helemaal niet meer in het basisonderwijs op dit moment, toch? Ik val af en toe in op de school van James. Onze jongste, die is 5. En sinds dit jaar, ze hebben leraren tekort, zoals bijna overal. Vroeg alsof ik af en toe wilde invallen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik wel weer echt heel leuk om te doen. Leuk. Dus af en toe val ik in, ja. En dan bepaalde groepen, of kan jij dan alle groepen? Ja, in principe als je dus leerkracht basisonderwijs bent, dan ben je van 4 tot 12 jaar inzetbaar. Nou heeft mijn voorkeur wel de iets oudere kinderen. Oh ja. Dus ik heb dan wel gezegd, nou, kleuters alleen in noodnood. Vind je dat heftigst? Ja. Ja? Ja. Ja, ik heb zelf een kleuter, ik vind ze enorm schattig, maar het is wel, het is één brok met aandacht verdelen en met juf, zij zegt dat mijn oorbel niet mooi is. En dan, ja, dan vraagt dat wel van jou een hele innerlijke alignment. En ik vind de uitdaging die grotere kinderen met zich meebrengen, vind ik persoonlijk veel leuker. Maar dan ook echt voorkeur groep 8? Of dat maakt dan niet uit? Groep 7, 8 vind ik dan persoonlijk het leukst. Maar goed, dat is mijn leuk. Ja, dat heeft elke leerkracht, toch? Ja, ja. Leuk. Ja. Maar goed, dan werk je dus in het onderwijs, dan zie je dingen. En dan ga je vraagteken zetten, heb je die studie achter de rug. En dan denk je, doen we dit nu echt goed? Wat is in jouw inziens, als je één ding zou moeten zeggen, de grootste ding wat veranderd zou mogen worden? Ja, het werken naar een bepaald niveau toe. Naar scores. Naar dit moet je kunnen. Echt het cognitieve stuk naar de gemiddelde leerling meten is gewoon echt zonde. En doet zo af aan heel veel leerlingen, kinderen die zoveel andere talenten hebben en die daar gewoon niet, daar geen ruimte voor kunnen krijgen, omdat ze heel erg moeten werken aan het ene vak waar ze laag voor staan, zeg maar. Dat is ook een moment geweest. Ik werkte toen nog voor groep 5, stond ik voor de klas en toen was er een rekentoets en dan heb je zo'n, dat was dan echt een zo'n momenttoets, zeg maar, op een A4'tje, zo'n printje met allemaal tafelsommetjes en rekensommetjes, gewoon echt. Persoonlijk had ik als kind echt een hekel aan rekenen. Dus als ik het zo fel zie, krijg ik denk ik nog steeds, oh mijn god, die arme kinderen. Maar allemaal van die rijtjes met sommetjes. En dat was dan een toets. En die moest je maken, helemaal. En kinderen die goed waren in rekenen, die waren daar met een kwartiertje doorheen. Want dat is natuurlijk simpel. Maar kinderen die moeite hadden met rekenen, deden er echt heel lang over. Zelfs zo lang dat ze het eerste uur doorwerkten. Toen was het pauze. Nou ja, dan mochten ze wel naar buiten. Maar daarna moesten ze het weer afmaken. Dus de kinderen die goed waren in rekenen, waren met 10 minuutjes klaar en die mochten toen tekenen of lezen. En de kinderen die er niet goed in waren, moesten hem afmaken. Die waren er echt wel 1,5 à 2 uur mee bezig. En toen had ik Noah net, ik was zelf moeder. En ik denk dat ik toen voor het eerst zag vanuit een moederbril, wat doe ik die kinderen eigenlijk aan? Want dit gaat hun rekenplezier niet verhogen. Integendeel, ik krijg alleen maar meer hekel aan rekenen. De kinderen die rekenen leuk vinden, krijgen er geen verdieping in, terwijl het eigenlijk voor hun superleuk is om nog meer te kunnen doen met iets wat ze dus blijkbaar heel goed kunnen en waar ze plezier in hebben. Dus waar je goed in bent en je hebt het niveau blijkbaar al gehaald, dikke duim, je mag tekenen. Maar waar je onder niveau bent, daar moet je uren in steken, want dan gaan we proberen om dat op te krikken. En dat vind ik best wel schadelijk. Ja, want ik hoorde ook echt wel de emotie onder volgens mij, van wat gebeurt er dan op de emotionele laag bij beide kinderen? Kijk, bij de kinderen die goed zijn in rekenen, niet zoveel. Die mogen lezen en tekenen en die vinden het denk ik dikke prima. Ja. Worden misschien wat ondergeprikkeld en kunnen misschien wat minder zin in school hebben, want ja, wat doe ik daar? Maar die gaan in principe goed mee, want die hebben het geluk dat ze cognitief sterk zijn. Nu is het op rekenen, maar misschien heel veel kinderen zijn dat op alle vakken. Die gaan gewoon lekker mee. Mijn oudste zoon is een prima, bovengemiddelde leerling. Dat gaat goed.
Ja. Alleen die worden minder geprikkeld dus in de dingen die ze echt leuk vinden. En hoe leuk zou het zijn als je je talent nog veel meer kan stimuleren. Alleen de kinderen die moeite hebben met het vak of met de opdracht. Ja. En ja, daar zit hem denk ik vooral de moeilijkheid in. Omdat we daar dus van verwachten dat ze hoger gaan scoren. En misschien zit dat er gewoon niet in. Nee. Misschien zijn die kinderen gewoon lekker ondergemiddeld in rekenen. Maar die zijn fantastische snowboarders. Ja. Fantastische creatieve talenten. En dat zijn allemaal maar bijzaken in het reguliere onderwijs. Ja, ja. En is het dan ook dat die kinderen misschien hoor, daar zit ik nou hard op te denken, misschien ook dan eerder faalangst zouden kunnen ontwikkelen? Ja, gewoon? Ja. Maar ook het burn-out idee, nog harder. Oké, kan het niet? Nog meer gas bij, nog meer gas bij, nog meer gas bij. Dus eigenlijk leren we dat al op school. Ja, ik denk gewoon zelfvertrouwen. Want je bent gewoon niet goed genoeg. Want je, je moet verbeteren. Je krijgt een rapportje mee. En nu gaat het al een ietsje beter met de rapporten. Maar het blijft nog steeds wel zo'n bolletje voldoende goed. En ik weet nog, mijn Noah, onze oudste, die is dus gewoon een hele prima gemiddelde leerling. Dus die had eigenlijk overal gewoon, weet ik veel, ruim voldoende of zo. Maar die had één voldoende voor begrijp het lezen. En dan ging hij met zijn rapport naar de opa's en oma's. En wat krijg je dan? Nou, alleen die voldoende. Nog even. Want dat was dus net iets wat buiten dan de lijn is. En daar kijken we dan met z'n allen naar. Dat is heel menselijk. Ja. Maar dat is dus wel wat we doen. In plaats van dat je zegt van oké, hoe kunnen we van die ruim voldoende misschien wel fucking goed maken. Ja. Weet je wel? Dit ben je goed in. Ja. Ga je kijken van oké, maar dit moet... Dit moet beter. Ik herken dat wel, ja. Maar ik ben daar dus al wel anders in. Dus er is denk ik wel al een beweging gaande, want ik doe dit niet bewust. Maar ik probeer altijd als Jamin, mijn neefje, dan het rapport komt brengen, al zijn hoogcijfers te benoemen. Ja, dat is fantastisch. Maar gaat het naar mijn vader, dan zegt hij inderdaad, nou jongen, die geschiedenis... Ja. Ik dan denk, dat heb ik niet eens gezien. Ja, dat moet je nog even. Ja. Ik kijk alleen maar naar de hoogtepunten. Ja, nee, ja, zo werkt het. Ja. En dat is natuurlijk wel wat we doen... in het onderwijs, ja, we willen natuurlijk wel dat die scores zo goed mogelijk zijn. Want dan krijgen we als school natuurlijk ook weer complimentjes van de onderwijsinspectie. Van, hé, jullie leveren goede kinderen af. Ja. Dus dat is wel wat we willen. Ja, dus het zit veel hoger eigenlijk al, waar die beweging zou mogen gaan. Ja, het zit niet bij de leerkrachten. Die willen wel. Alleen, ja, de school die krijgt natuurlijk wel een inspectierapportje aan het eind van het jaar. En als jij kinderen hebt met die wat op lager niveau instromen, dan komt er een stempeltje. Ja. Ja. Ja, dat mag wel anders. Ja. Ja. En ik weet zelf waar ik zie, waar ik heel veel last van heb gehad, maar ook wat ik wel vaker zie om me heen, zeg maar, teamleden of vriendinnen, is het stukje, als je netjes je tafel opruimt, dan krijg je een sticker. En bij 3 stickers mag je een cadeautje grabbelen. Ja, in de dat is echt mooi. Je hebt heel veel prachtige beloningssystemen nu. Maar ik vind het echt moeilijk. Ja, dan krijg je echt hele mooie beloningen voor goed gedrag. Dat is echt leuk. Ja. Maar doe je het dan nog intrinsiek, zeg maar? Ja, natuurlijk niet. Nee, maar waarom... daar weet je alles van met de honden, ja, toch? Maar waarom doen we dit dan nog? Of doen we dit niet meer? Dat weet ik ook helemaal niet. Ik denk dat het korte termijn is. Ik denk dat we heel erg geleerd hebben. Korte termijn, we willen korte termijn goed gedrag zien, zeg maar. We hebben een klas met 30 kinderen. En die moeten we in bedwang houden. En dat werkt op korte termijn heel erg met straffen en belonen. Dus als je dit niet doet, dan. Als je dit wel doet, dan. Maar op de lange termijn, als je echt een relatie wil aangaan met je leerlingen of een verbinding... Vanuit verbinding ontstaat, nou ja, dat doe jij ook met de honden. Ja. Vanuit verbinding ontstaat een dynamiek. En wil ik wel voor jou werken, want jij wil ook voor mij werken. En dat vergeten we soms. En dan gaan we heel erg zoeken naar extern. Ik weet, Noah die had op school ook met de tokens. Dan kon je als klas dus, een muntje verdienen. En bij 100 muntjes mag je in je pyjama naar school. Of mogen ze een kwartier langer buiten spelen. En wat ze natuurlijk heel slim doen, is de eerste 2 weken na de zomervakantie verdienen ze opeens heel snel die 100 muntjes. Want dan voelen ze natuurlijk de urgentie van, we moeten als klas, moeten we dit verdienen. En, maar dan heb je ook nog de groepsdruk. Ja, dat zeker. Dat is echt helemaal zeker. Heftig. Als jij dan praat, dan hebben wij geen muntje verdiend dankzij jou. Weet je hoe goed dat werkt op de korte termijn? Oh, intens. Ja. Ja. Daar zit gewoon sociale druk bij. Ja. Ja. Maar is het ook bewust ingezet, die sociale druk? Zeg maar, is dat ook het idee ervan? Ja, dat is echt bewust om... Ik denk dat het bewust is gekozen om dus
goed gedrag, om het zo maar even te zeggen, ja, te stimuleren in de school. En ik weet nog, Noah's vorige school deden ze dat dus toen. Volgens mij doen ze dat nog steeds. Als je dan ook in de gang netjes loopt, en de directeur die draagt ook altijd muntjes bij zich in zijn zak, dan krijg je een muntje van de directeur en die mag je dan bij de juf in de koker doen. Ja, dan ben je natuurlijk wel de man. Ook ja, vindt het echt heel heftig. Ja, ja, het werkt als een tierenlier. Want als de directeur komt, ga jij natuurlijk zo lopen. Ja, en dan krijg je een muntje. Dus op de korte termijn. Maar eigenlijk maak je toch sneaky kinderen die dus heel alert worden wanneer de directeur in de buurt ja, is. Zeker, natuurlijk. Dat is een beetje de hond die nooit in de kliko zit, behalve als je weggaat. Ja. Dan gooit je de kliko om. Ja. Dus de hele dag loopt die hond te zeggen, ik mag niet in de kliko. Ja. Ik mag niet in de kliko. Totdat dan de baas weg is en dan gaan alle remmen los. Ja. Ja, de hond van mijn zusje heeft dat ook. Zij hebben dan een bench in de woonkamer. Dat is echt lachen, die woont op 3 hoog. Ze hebben dan een bench in de woonkamer, die staat dan open. En als zij weggaan, dan moet hij in de bench. Ja. Dus dan doen ze dat ook in de bench. Als ze naar de keuken gaan, die hond luistert echt perfect, serieus. Het is gewoon de ultieme droomhond in huis. Dus een labrador, echt fantastisch. Dus zij lopen ook en overal naartoe gaan, hond in de bench. Toen gingen ze een beetje oefenen dat ze naar buiten gingen, weet je wel. Kijken wat dan gebeurt. Nou, en als ze dan weer binnenkwamen, hond was in de bench. Dus nou, dat is gewoon een droomhond. En toen van de week stuurden ze me een appje. Zij waren dus weggegaan, de hond was in de bench. En ze zegt, ik stond beneden en ik kijk zo naar mijn woonkamera. Zie ik boven de vensterbank zo die hond kijken zo. En die hond die ziet mij, die oren gingen omhoog, zegt ze. En ze zegt, ik kwam boven, lag je zo. Nee, hou op. Ja. Dat is wat je creëert. Ja, maar dat is erg. Ja, ja, de directeur is weg. En ik kan, de directeur, mijn zusje, is weg. En ik kan een feestje bouwen. En als ik de voordeur hoor, dan ga ik als een malle erin. En dan in doe de plooi. Ik ook. Oh, zo zijn ze ook nog, ze gingen ook helemaal uitrekken zo, weet je wel. Zo. Oh, ik heb heel diep geslapen. Ja. Ja, dat is echt heel erg. Ja. Ja. Dat is echt heel erg. Ja, het is echt korte termijn. Terwijl, als je teruggaat naar je eigen tijd op school, heb je toch gewoon bepaalde leerkrachten die het verschil maakten. Ik heb wel, als ik terugga naar mijn basisschool, ik denk 3 leerkrachten die echt me nog heel goed bijstaan, zeg maar. Maar ook op de middelbare school hadden we een paar leerkrachten... Ja. Docenten, dat ik dacht, die ik nu nog graag naar terugkijk, zeg maar. Dat wel gewoon fijne lessen waren. Ik denk ook dat het geheim van die leerkrachten is verbinding. Ja. Die leerkrachten konden, dit soort type leerkrachten kunnen verbinding maken met de leerlingen. Je echt zien. En vanuit die relatie lesgeven. In plaats van, je moet nu je klep houden, want ik ga lesgeven. In plaats van een soort wederkerigheid bijna. Ja. De docenten die een goede verbinding hebben met leerlingen, kunnen alles, maakt niet uit. Die hoeven geen kinderen daaruit te sturen, geen briefje te halen bij de conciërge. Want die vervelende leerlingen hebben respect voor jou, want er is een verbinding. Ja. Want jij ziet hun en zij zien jou. Ja. En dat is denk ik echt de sleutel tot onderwijs. Ja. Maar ja, dat is denk ik de kern dat we dan raken, wat ik ook steeds meer doe en waarom ik onder andere ook deze podcast doe voor een stukje verbinding. Maar er zijn niet heel veel mensen meer die echt meteen verbinding kunnen en durven maken. Nee, ik denk zeker dat dat heel erg lastig is. En dan denk ik ook vooral dat we in het onderwijs heel lastig ook is om te vragen. Leerkrachten worden momenteel gewoon overvraagd. Ja. Je moet zoveel doen, zoveel doen. We hebben nu passend onderwijs. Speciaal onderwijs bestaat eigenlijk niet meer. Is alleen nog maar voor hele speciale gevallen. Dus we hebben ook gewoon te maken met klassen die heel erg vol zijn. De druk is heel erg hoog. Er zitten heel veel bijzondere leerlingen in die net even wat extra ondersteuning nodig hebben. Papierwerk is hoog. Je moet hoog scoren. En dan moet je vanuit die ook nog eens de rust en de verbinding zoeken. Hoe tof is het als de leerkracht af en toe bij je leerling thuis een broodje kan komen eten tussen de middag op de basisschool. Dat is ondenkbaar. Weet je hoeveel tijd dat kost? Ja. Maar hoe mooi zal die verbinding zijn met of de ouders? Überhaupt even doen waar de klas behoefte aan heeft. Even dansen of gek doen of even inspelen. Ja. Maar met al die kennis die jij hebt, als je dan een dag voor de klas staat, dan moet je ook een riedel afwerken. Hoe kan je dan toch dit mengelen, zeg maar, in toch je eigen gedachtegoed? Ja, je hebt wel een riedel af te werken, maar er valt heel veel creatieve speelruimte in. En ik probeer altijd wel dan te zeggen, oké, jongens, we hebben een riedel. I know. Maar hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat we misschien een half uur eerder klaar zijn vandaag? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat we tussendoor nog even een break hebben? Want er is best veel mogelijk.
En als je dat dus dan ook zo'n beetje doet, van ja jongens, we moeten maar eenmaal rekenen. Maar als we klaar zijn, misschien kunnen we dan. En je merkt dan ook dat als je dat samenwerkt, van oké, dit moeten we doen. En ik heb nu even jullie focus nodig. En dan willen ze wel meewerken. Ja, dat is echt leuk. Dat is heel leuk. En hoeveel heb je dan in de klas, als je nu voor zo'n groep 7, 8 staat? Deze groep 26, ja, 21 op de school van, van James. En, ja, die moet je allemaal maar mee zien te krijgen. Ja. Ja, nou, ik moet zeggen dat dat gaat eigenlijk wel prima. Ja, je hebt altijd wat armen over elkaar zittende types die denken, wat kom jij hier nu weer doen? En, noem je ze dan ook zo? Ja, hey, over elkaar zittende type. Nee, ja, nee. Ja, dat is gewoon heel erg leuk, want ik moest laatst invallen ook in die groep. En ze zitten dan 2-on-2, zeg maar zo. Ja. 2. Ook lekker inspirerend. En, ja, ja. En ook lekker verbindend. Ik kom zo binnen en zij gaan zo zitten. En er is een klassenplattegrond, natuurlijk voor de invaller. Want ze gaan er natuurlijk mee proberen. Maar die klassenplattegrond kon ik nergens vinden. Dus ik ging zo staan en ik dacht, ja, ik vertrouw jullie voor geen meter. Dus maar ik wist het natuurlijk niet zeker. Dus ik zeg, jongens, je plek is je plek. Ik zie hier allemaal kinderen zitten die niet op de goede plek zijn. En dan gingen ze zo lopen zo. Je bluft er gewoon. Ja. En toen gingen ze zo een beetje zo schuiven zo. En toen waren ze bijna allemaal weer in positie. En toen zei ik, allemaal. Gingen er nog 2? Ja, dat was mooi. En zit ik van binnen echt te genieten hoor. Ja, maar dat is ook ervaring, dat je dit al 180 jaar doet. Ja, je weet natuurlijk, dat gaan ze doen. En, maar toen heb ik wel gezegd van, oké, jullie zaten waarschijnlijk naast je maatje. Als jullie een beetje lekker meewerken, mogen jullie aan het eind van de middag wel weer in die positie zitten. Oh ja, dat dus was dat, al de motivator. Ja, ik moest het toch belonen voor mijn flauwe instinker. Voor je flauwe grap? Ja. Dat is heel grappig. Ja. Ja. Leuk. En, maar nu zie je misschien ook, wat je net zei met een rekenblad, dat ging volgens mij over jongere kindjes. Maar dat zie je denk ik nu ook in de groepen, dat de een beter meekomt dan de ander. Ja. En wat is dan degene die achterblijven, zeg maar, wat kunnen we voor die groep doen? Of wat doe jij nu op zo'n moment voor dat kindje? Waar je ik dan moet zeggen, ik vind het nog steeds heel lastig om, te zien dat kinderen echt heel veel moeite hebben met bijna de basis, zeg maar. Misschien omdat ik mezelf ook herken van vroeger, want ik vond rekenen ook echt lastig. Maar vind je het lastig te zien of ze het lastig hebben, of lastig te zien hoe je het voor hun iets kan helpen, zeg maar? Ik vind het lastig om te zien dat zij het lastig hebben. Oh, kunnen ze mooi verbloemen? En ik kan op dat moment ook niet heel veel doen. Als leerkracht, alleen in dit geval als invaller natuurlijk, heb je maar beperkte mogelijkheden in de klas. Wat je wel heel goed zou kunnen doen, want kijk, het is natuurlijk ook zo, soms hebben kinderen een bepaalde basisuitleg nodig om wat verder te kunnen komen. En wat meer tijd om te snappen, oh ja, dit was het, zo kan ik het ook doen. En daar hebben we natuurlijk wel heel goed onderwijsassistenten voor nu, die ook af en toe de leerlingen mee uit de klas nemen. Intern begeleider pakt af en toe bij ons op school wat op om ze net even wat meer mee te geven, want uiteindelijk, ja, je moet wel verder. Je gaat straks naar de middelbare school. Dan krijg je wiskunde. Een basis heb je nodig. Ja. Ja. Dus dat, je kan veel doen om die kinderen wat te ondersteunen. En het klassikale lesgeven, dat is gewoon heel lastig. Ja. Omdat je te maken hebt met niveauverschil. Ja, en andere interesses, wat je er net eigenlijk zei. Dat ook. Maar je zei, ik herken het van mezelf vroeger, dat je rekenen ook lastig vond. Ja. Vertel eens. Ja, ik vond het echt heel lastig. En op de middelbare school nog steeds hoor. En ik moet zeggen, cijfers zijn nog steeds echt niet mijn son of genius. Ik hou er gewoon niet van. Interesseert me niet. Nee. En kan je dat ook nog echt herinneren, dat je dan in de klas zat te worstelen op die sommetjes? Nou, ik was volgens mij in groep 7 was ik. Dit is het verhaal, hè, wat gaat. Hè? Ik weet niet of het een verhaal is of dat het een echte gebeurtenis is, maar volgens mij was het zo dat ik in groep 7 2 weken ziek was thuis. En dat ik toen de basis heb gemist van de uitleg van breuken. Oké. En daarna ga ik natuurlijk verder van breuken naar percentages. En
dat ik dat dus heel moeilijk heb gevonden om daar een beetje bij aan te haken. Dat is de legende waarop het is ontstaan. Waarop jij het verantwoord neemt. Ja. En dat ik dus op school kwam en die rekenboeken opendeed en dat ik dacht, wow, wat staat hier voor abacadabra? Ja. En in die tijd was het natuurlijk nog helemaal niet erg differentiatieverschil en was het gewoon, we gaan met die banaan, gas op die lolly. Ja. Dus ja, dat was minder leuk. Ja. Ja. Is school toen ook minder leuk voor jou geworden? Nee. Nee, maar ik voelde me wel dom, denk ik. Op dat gebied. En met wiskunde eigenlijk net zo op de middelbare. Ik was er gewoon niet goed in. Dus ik voelde me daar wel... ik voelde me wel onder niveau. Ja, ik kan dat niet. Nee. Nee. Dat is niet een fijn gevoel. Nee, nee. Maar heeft niet elk kind dat met een bepaald vak? Had jij dat niet? Jawel. Maar daar was ook een legendeverhaal op. Oh, wat is jouw legendeverhaal? Ik had een... In de brugklas had ik een docent Engels. Die ik met pensioen eigenlijk dat jaar. Dus dan mochten wij Engelse films kijken met ondertiteling Nederlands. En moesten we een boek openslaan, woordjes. En dan moest je maar even een vel erop leggen. Maar ja, hij zorgde dat we doorzichtige vellen hadden. Dus ik kon gewoon zo... Dus ik had gewoon dat jaar heel makkelijk, want ik... had alles of afgekeken of kunnen lezen gewoon. Die man keek niet zo nauw. Dat boeide het echt geen zak meer. Dus dat is het verhaal. Want ik ben bijvoorbeeld met Frans was echt een 8,9 of zo. En ik heb toen ook nog Spaans gedaan, was ook een 8. Dus prima, talen. Ja, je zou denken talen kunnen. Maar echt Engels was altijd vechten, altijd bang als ik moest praten of zo, voorlezen in het Engels. Ik heb ondertussen wat Engels cursus gedaan, het gaat wel beter. Maar er zit altijd nog een lading op bij mij, op dat stukje Engels. Oh, dus je kwam in de tweede, kwam je er dus een beetje achter van, wow. Ik kan het niet. En Duits was ik ook heel goed in. Dus het was heel ongemakkelijk. Daar had ik toen gewoon meteen bijles of zo moeten nemen. Maar, en meer bij ons in de klas hadden we wel. Dus ik denk dat het verhaal wel reëel is. Maar ook heel veel hadden het niet. Dus ja, het is ook een beetje links-rechts, denk ik. Maar dat is wel, dat is mijn verhaal. Ja, zo hebben we allemaal, denk ik wel. Want... er zijn zoveel vakken, als je naar de middelbare school kijkt. Noah van is 14, die heeft weet ik veel hoeveel vakken. Ja, het zijn altijd vakken die moeilijk zijn, waar je niet goed in meekomt. Ik ging heel graag naar school, maar ik heb in die periode wel ook heel veel druk ervaren. Als ik nu met terugwerkende kracht kijk. Dat was denk ik ook wel vanwege dat er thuis het een en ander speelde. En ik deed topsport paardrijden, dus dat gaf allemaal wel druk. Maar ik at bijvoorbeeld niet op school. En ik ging niet naar de wc. En daar heeft nooit iemand meegemaakt. Dat is best heftig achteraf. Ik vond dat toen normaal. Ik vond die wc's echt te goor om heen te gaan. Ja. En ik zat dan te middelbaar in Eindhoven. Dus moest ik echt nog 30, 40 minuten met de bus naar huis. Nou, eerst zat ik gewoon een half uur op de wc. Zo van, plassen. Ja, dat is echt wel intens. Dan heb je echt wel hard te halen. Terwijl ik zat gewoon een beetje... ja, je hebt toch een beetje groeperingen zo. Mm-hmm. Ik wilde niet, maar dat is gewoon wel een beetje hiërarchie. Zeker. En ik zat in de middenmoot bovenaan, een beetje populair, zeg maar. Dat was een beetje mijn positie. Dus helemaal geen reden om... Je had een goede positie. Ja, ik had je gewoon... had een prima positie. Je had maar... kunnen eten en kunnen kussen wat je wil. Ja, ik had het gewoon kunnen doen. Maar echt zo... en ook altijd bang. Altijd heb ik heel mijn middelbare school angst gehad om als laatste de klas in te komen. Dus dat je dan iedereen zit en dan de deur open moet doen. Ja. Dus ik was echt zo'n maloot die dan niet stuiterig als eerste wou staan. Dus dan maar een beetje deed treuzelen om niet te vroeg, maar ook bang zijn en de weg kwijt te raken in het gebouw. Terwijl je zit 5 jaar of zo op de HAVO. Gewoon 5 jaar lang bang om de weg kwijt te raken. Ik denk dat heel veel tieners dit delen. Het is natuurlijk echt iets van de tienerjaren. Je bent super onzeker. Ja. Je wil overal bij horen. Dat is natuurlijk het hele groepsproces. Je wil erbij horen. Ja. En het is heel veel druk onder scholieren. Ik had laatst een onderzoek gelezen. Dan weet ik het percentage niet. Dus dan ga ik een percentage noemen die dan niet correct is. Maar dat onder jongeren heel veel druk wordt ervaren. Ja. Ook qua cijfers halen natuurlijk. Ja. En goed willen scoren. Af. Maar ook dus dat hele sociale aspect. Van waar hou je pauze bij die tafel? Oh my god. En je mag niet lopen langs die tafel. Want dat zijn echt mensen die ga je dan pesten. Want jij bent nog jonger dan zij. En Noah, onze oudste, die zei van de week... oh, ik heb echt een rot leeftijd. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, ik ben net te oud om dat ze me wel gaan lastigvallen. Maar ik ben nog te jong om terug te gaan, weet je wel. Ik zit er net tussenin. Ik denk, je hebt echt zo, je bent constant... in between. Ja, ben je jezelf aan het vergelijken met anderen. Ja, en dan die teringzware rugzak. Echt meine Güte.
Nou, ik had hem laatst op. Het deed serieus pijn aan ja, mijn schouders. Ja, kan toch niet? En die lijfjes zijn in groeien. Ja. Ja, het kan echt. Ik zeg, Noah, is dit serieus? Oh, serieus. Ja. Echt super zwaar. Okay, nog steeds dus. Maar ook bang dat je niet de goede boeken en de goede lessen hebt. Allemaal ik had echt wel dat soort angst hoor. Ik wou dat allemaal heel goed doen. Ja, en dan... dat zal ook wel moeten, want je wordt ook behoorlijk... Zo. Als hij dus de geodriehoek niet mee heeft, dan krijg je een aantekening. Ja, dat is geen grap. En ik kan zien in mijn app, hè. Ik heb dus een app van school. En dan kan ik dus zien, ja, ik zal het je zo laten zien. Kan ik precies bijhouden of hij zijn spullen wel compleet heeft of niet. En of hij te laat is gekomen of niet. Krijg ik daar een melding van. En ja, zo kan ik het goed registreren. En als je dus een paar keer dat bij Engels, als hij zijn spullen dan niet bij zich heeft. En met spullen bedoelen we, even ter jouw verduidelijking, je boek en je schrift. Nou, oké. Maar ook een pen. Dus als jij je etui bent vergeten, telt dat dus als spullen vergeten. Je mag niet de pen lenen van je buurman. Want hey, dat is vals spelen. Jij bent je spullen incompleet. Als je bij Engels je spullen niet compleet hebt, moet je je de volgende dag om 8 uur melden. Geen grap. Oh ja. Nee, dat was in mijn tijd. Nee, mijn is ook niet. Gelukkig gewoon nog een beetje freewheelen en af en toe skippen. Ja. En, ja. Ja. En dat is niet bij elke docent. Maar die hebt toch ook op die leeftijd nodig dat je een beetje stout doet? Nou ja, en ook rommelig bent. Het is een puber, die jongen vergeet alles. Ja, dat ook. Ja. Ja, ik ben enorm trots op hem dat hij zijn spullen altijd nog redelijk compleet heeft. Want thuis is het één grote chaot. Dat hele brein is volop in ontwikkeling. Dat is gewoon totaal niet... Die heeft nog geen mensbrein, een en al oerbrein. Ja, dat hoort bij de leeftijd. En dan vragen we van die kinderen om volwassenen... Want ze mogen dus ook niet te laat komen. Als je te laat bent, moet je ook een briefje halen. Je belandt helemaal in een... Want dan denk je... Ik ben op mijn werk wel eens te laat. Ik ben op mijn werk wel eens mijn spullen vergeten. Ik heb wel eens bij een vergadering gezeten dat ik dacht... Oh ja, dit puntje zou ik oppakken. Ja, we zijn allemaal maar mens. En, ja. de pubers die krijgen daar dus wel straf voor. Ja. Ja, boeien. Heftig. Maar moet je voorstellen, dan moet je dus van je kluisje... Daar hebben ze nog kluisjes, ja? Ja, ze hebben kluisjes. Moet je van je kluisje, moet je dus met een brein wat het niet kan bedenken... waar je de les nodig hebt. Nee. En dan moet je richting die les bewegen. Dan denk je halverwege, kut, de geodriehoek. Ja. Dan heb je de afweging of een aantekening voor te laat komen. Welke aantekening is vaardig? Of... Ja. Mijn geodriehoek. Ja. Ja, nou ik denk de geodriehoek, want dan kan je nog hopen dat je hem die les niet nodig hebt. Hopen dat je vriend er misschien 2 heeft en onder de tafel door kan geven. En het geodriehoek voorbeeld in Noah's geval is een slecht voorbeeld, want zijn wiskundedocent zegt vaak, hier heb je dan een geodriehoek. Dus, en ik hoorde ook laatst van iemand die is docent en die zei, ik heb gewoon een bakje met pennen en potloden en geodriehoeken. En vergeet je er één, dat kan gebeuren. Of ze moeten ook een laptop mee. Maar ze kunnen toch geodriehoek app doen op hun mobiel? Nee, want je mag toch niet je mobiel gebruiken in de klas, Amber? Oh. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Ik vond het wel een slimme oplossing. Had ik dan 2 minpunten als ik met mijn telefoon... Kwam ik en te laat en met mijn geodriehoek op mijn telefoon. Ja, nou dan ga je. Nee, word je dat zou je eigenlijk moeten doen. Onze generatie, mijn, jouw generatie Minge. En dan... Weer terug naar de middelbare school en dan filmen. Ja, nou, dat is volgens mij hilarisch. Kijken wat er gebeurt. Ja, nou ja, het vervelende is ook, kijk, met zo'n app, ik moet er dan om lachen, want ik kijk er eigenlijk nooit in. Dus van de week zei ik tegen Noah van, ik ga eens even in die app van jou kijken met jou. En toen zei ik, oh, je bent 2 weken geleden voor Frans je boeken vergeten. Ja, nee, dat was dan een A4'tje of zo, wat ze mee moesten nemen, dat heet dan spullen vergeten. En maar toen zei Noah ook van, ja, er zijn echt ouders die hier wel boos over worden. Dus als kind, met het met je thuissituatie te maken, als jij ouders hebt die, wat ook zijn cijfers worden, meteen erop gegooid. Dus in sommige gevallen heeft hij hem nog niet terug, maar ik zie hem al. Dat is hij ook moet nu bijvoorbeeld Frans terugkrijgen. Het zou heel goed kunnen dat ik hem nu op mijn telefoon zie en hij zit nog op school. En dan krijgt hij de thuisval langs als hij een laag cijfer heeft. Dat gebeurt. En waar wij vroeger nog onze onvoldoendes een beetje konden wegmoffelen in de hoop dat we de volgende toets ophalen. Ja, dat deed ik ook wel hoor. Is dat nu niet meer? Dat is toch niet goed? Nee. Nee, dat is niet goed. En waarom doen we dit? Om ouders meer erbij te betrekken? Ja, dat denk ik ja. Nou, ik denk dus dat in deze tijd het zo moeilijk is om die verbinding echt goed te hebben met leerlingen. Dat het vaker een rommeltje is dan vroeger, tussen haakjes. En dat ze daardoor, dit zijn eigenlijk ook een beetje de tokens en de beloningssystemen en het straffen. En het,
het in het gareel willen houden van deze jongeren. Ja. Ja, terwijl die gaan zich hier helemaal zo uit willen breken natuurlijk, ja, op sommigen. Ja, dat hoort er gewoon bij, ja, bij die fase. En ik denk als je ook als leerkracht en ouders een fijne verbinding hebt met elkaar, ja, dat je echt kan bouwen. Ja. Maar dat vraagt iets van de docenten, maar dat vraagt ook iets van de ouders. Want het is natuurlijk ook zo dat heel veel ouders zijn nu zo erg bezig met hunzelf en je eigen eilandje. En vooral als ik kijk ook naar Noah, die wordt ouder, die gaat zijn eigen gang. Die redt zichzelf, die gaat op de fiets, die heeft vrienden, die heeft voetbal, die gaat naar buiten. Waardoor ik makkelijker kan leunen en zeggen, oh, het gaat allemaal wel in orde. Alleen dan is het natuurlijk nog noodzakelijker bijna om die verbinding aan te gaan. Want als James van 5 een hele coole kaplatoren bouwt, ben ik apetrots en applaudisseer ik en zeg ik, jeetje, wat vet. Maar als Noah iets heel tofs doet op een game wat hij aan het spelen is, dan zeg ik, ja, ga eens even wat echts doen, niet zo gamen. Weet je, het is heel belangrijk om te blijven verbinden met je kind in welke fase die je ook zit. En ik denk dat het bij tieners, pubers is echt zo'n stom woord, dat het bij tieners uitdagender is. Want het vraagt meer van jou als ouder dan juichend bij een Duplo / Kaplatoren staan. Dus wat ik kwam laatst ook een moeder tegen, die ken ik van vroeger. Haar dochter is net zo oud als Noah. Ik heb haar heel de tijd niet meer gezien. Dus we raakten in gesprek en het blijkt dat haar dochter op dezelfde school zit als Noah. Ik zeg, oh, nou, leuk. Ik zeg, welke klas zit ze? En die moeder zit me aan te kijken. Die wist even niet in welke klas haar dochter zat. En die zat al, denk ik, een half jaar op school. Maar dat snap ik wel, want Noah zit ook in HV2D. Nou, hij gaat nu waarschijnlijk lachen als ik dit zeg. Maar waarschijnlijk is weer. Dus ik snap, de cijfer-lettercombinatie is misschien lastig. Dus ik zeg, oh, maakt niet uit, joh. Wie is zijn mentor? Wist ze niet. Zij wist niet wie de mentor was van haar dochter op school. En dan ben je al een half jaar op school. Dan ben je al een keertje dan op school geweest. Maar als je als ouder niet weet bij wie jouw kind is, dan mis je op dat gebied verbinding. Ja. Want haar dochter zal nooit mopperen over die mentor. Nee. Of nooit zeggen van, hé, wat gebeurde er vandaag? Want bij moeder is er geen resonatie. Nee, die weet, heeft geen idee. Nee. Maar dat wist ons man wel, hoor. Ja. Daar hadden we volgens mij zelfs een start van het schooljaar van of zo. Ja, wij hadden dan een gesprekje na 2 maanden of zo. Van, hoe gaat het met Noah en dat soort dingen. Kan je ook wat van vinden. Maar, Volgens mij hadden wij voor de school begonnen, moet ik goed nadenken hoor, al een klassendag met... Ja, ook met ouders? Ja, dat denk ik. Dat mam dan meeging en dan leerde ze ook, in ieder geval degene die mij oplopt, Matthijs. Dus mijn mentor Matthijs kennen. Ja. Even de school, waar de klassen waren, rondje lopen. Ja. Zag ze mede klasgenoten, daar hebben wij wel gehad. Ja. Volgens mij. Ja. Ik kan me dat wel herinneren in de brugklas. En zeker de brugklas, fucking spannend. Ja, dat was de tweede. Oh ja. Dus misschien hoor je anders. Maar even goed, je merkt dan dus dat daar dus een disconnectie ontstaat tussen ouder en kind op het gebied van school. Ja. Dus daar wordt dan al natuurlijk veel minder gedeeld met elkaar. Ja. Dus als die moeder ooit iets heeft met, haar dochter komt thuis, mentor dit. Dan kan die moeder de mentor gaan mailen met, nou, ik vind het echt niet oké wat je met mijn dochter, wat er is gebeurd. Maar eigenlijk kan dat niet, want er is nog helemaal geen verbinding. Nee. Dus dan gaan ouders nu op hoge poten naar school, want dat hoor je zo vaak van docenten. Ja, komen die, ik heb een telefoon afgepakt van een leerling, want die luisterde er niet. De telefoon moest ingeleverd worden. En binnen een half uur staat dan een vader te blaten achter de balie. Dat is de andere kant. Ja. Het gaat erom, heb je een relatie met de mentor? Mail je ook een keer iets aardigs? Weet je wel, je kan ook gewoon een keer... Ik mail de mentor van Noah best wel af en toe van... Hé, hij kwam thuis met een superleuk verhaal. Echt leuk dat jullie dit zo hebben gedaan. Punt. Ja. Het hoeft niet merci chocola all over the place. Maar wel dat je weet van, oké, we hebben een lijntje. Ja. En als ik dan iets vind, want ik vind ook heel vaak iets... Dan kan ik dat ook gewoon zeggen van, hey joh, dit viel mij op. Het moet een beetje allebei zijn, hè? Dat is het idee van verbinding. Ja. 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 Maar net zei je nog wel iets basaals, dat je als leerkracht, toen je net bevallen was van Noah volgens mij, dat je toen pas eigenlijk een opening had van, wow, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Ja, toch die moederhoed, denk ik, die dan erbij inmengde bij het leerkracht zijn. Maar ik kan me ook voorstellen,
ze scheden dan, wat zijn er net, 9 jaar? 8 jaar, ja. 8 jaar. Ja. Dat, als ik kijk naar mij, mijn zus en ik scheden 7 jaar. Mijn zus heeft echt een hele andere beleving van haar opvoeding gehad. Of een andere opvoeding gehad. Als ik, zeg maar. Dus herken je dat ook van jezelf als moeder, dat je James en Noah heel anders opvoedt, gewoon omdat je ouder bent, meer weet? Of... Ja, ik denk dat Noah een duurder potje voor de psycholoog nodig heeft. Want dan hebben we alles moeten uitproberen. Hij is het meest beschadigd. Ja. Nee, ten eerste, Noah is inderdaad 8 jaar ouder dan James. Ik was nog super jong, tenminste super jong. Ik was jong dat ik Noah kreeg. Ik ga dus nu rekenen. Ik was 25 dat ik Noah kreeg. Ja man, ik had nog mijn eigen triggers en overtuigingen. En ik deed ook maar gewoon wat hoorde. En ik heb heel veel gedaan. Heel veel mijn moederinstinct genegeerd, zeg maar, met hem. Om dat dingen horen zo te gaan. En wat is bij James anders. Peuterspeelzaal wilde hij niet. Brullen, huilen. Ik heb me echt achter dat raam gezet. En naar mij laten zwaaien terwijl ik op het schoolplein dit deed. En het was echt wekenlang. Oh. Maar dat moet je even doorheen. We hebben meer kinderen. Daar moet je gewoon even doorheen. En nou dat is echt gewoon... Ik verscheurde aan alle kanten. En hij ook. Maar dat is wat sommige kinderen nu eenmaal hebben. En dat stond vanzelf wel af. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is beschadiging 1. Dat was de eerste. Ja. Nou ja, misschien is het waarschijnlijk al beschadiging 8. Maar mijn bewuste beschadiging 1. Die je nog voor de geest kan halen. Ja, maar ik denk super. En dat is een grote, hè. Dat is natuurlijk een grote ervaring. Maar er zijn natuurlijk altijd kleinere dingen die je dan doet met je kind. Omdat het zo hoort. En terwijl je eigenlijk denkt, als ze op kraamvisite, ja, hij ligt in zijn bedje te slapen. Ja, maar de visite komt. Dat is niet leuk als ze hem niet vast kunnen houden. Is ook zo natuurlijk. Ja, en dan haal je de slapende baby uit de wieg en die leg je dan in de armen van de buurvrouw die je anders nooit ziet. Van de pedicure van je tante, weet je wel. Nou, hier is de baby. Ja, dat heb ik met James niet gedaan. Maar je bent 25, weet je, dat is echt... Ja, het is echt, je doet gewoon wat je geleerd is, wat goed hoort, wat in een boekje staat, wat je van je ouders hebt meegekregen. En ik was dus ook een van de vriendinnen, een van de eerste die dan op die leeftijd, dus ja, ik deed ook maar wat. En dat doe ik trouwens nog steeds, maar wel veel meer vanuit een bepaald onderbuikgevoel. Ja, want hoe heb je dat nu dan met speelzaal bijvoorbeeld gedaan met James? Die ging niet. Hij ging naar de gastouder 2 dagen. Hij had een hele lieve, leuke gastouder bij ons in de buurt. En gewoon samen oefenen. En dan ging ik mee en dan dronk ik een kopje thee mee. En dan gingen we weer samen. Oh, ja. En zo een beetje opbouwen. En dat is met school eigenlijk ook zo gegaan. Ja, terwijl Noah dan ziet, zegt hij, hallo, ik moest daar gewoon achteraan blijven. Wat zit jij nou te mimelen met hem? Ja. Hij wel. Hij wel. Ja, maar ja, Noah die... kreeg ook een telefoon dat hij in groep 8 zat. Mocht hij van mij een telefoon. Nou, ik denk dat ik het met James niet zal doen. Dus ik zei tegen Noah wel. Ik zeg, ja, hier heb jij weer geluk gehad en je broer pech. Want ik kreeg echt niet in groep 8 al een telefoon. Dus ja, zo maak je dingen. Denk je later, 8 jaar later, ik doe het toch anders. Ja, ik had ook in groep 8 al een telefoon trouwens. Maar ook daar zat een verhaal. Je ouders maken ook gewoon verhalen om dingen volgens mij te vergoedelijken. Mm-hmm. Ik ging wel eens paardrijden buiten en had ik telefoon bij. Maar ja, die hoefde dan natuurlijk niet meer naar school eigenlijk. Ja, nee, dat hoeft dan ook weer niet. Nee, dat hoeft dan ook niet. Jawel, want ik ging vanuit school door naar de paarden. Dus dan was het toch weer kloppend. Ja, dan mocht het. Ja, wel grappig, ja. Nou ja, ik geloof zeker dat het heel handig kan zijn. Vooral als kinderen naar de middelbare school gaan. Ja, het is bijna essentieel nu om een telefoon. Want zijn rooster zat in zijn telefoon. Hij kan serieus niet zonder telefoon naar school. Dan moet hij dat printen. Ja. Ik denk niet dat hij zonder telefoon nu... Dat is ook bizar, of niet, eigenlijk? Ja, alles staat erin. Zijn huiswerk. Ja, dan kan je misschien ook wel op je laptop. Maar goed, als je door de school loopt... Vroeger hing bij ons altijd het rooster gewoon in de aula van elke klas. Maar nee, dat is bij hem niet. Nee. Is veel veranderd. Ja. Is veel veranderd. Ja.
En wat zou je dan, als je nu, want we hebben net even over de basisschool gehad, waarbij je zegt van nou, ik denk waar vooral de focusverschuiving mag zijn, meer kijken naar het kind. Ja. Dat daar meer tijd voor gemaakt wordt en ook juist naar die talenten te kijken. Ja. Maar op de middelbare school, wat zou daar dan nog een mooie verschuiving zijn die jij voor je zou zien? Als je helemaal out of the box, jij mag een school inrichten, je hebt je gebouw. Ja. Wat zou jij dan doen? Nou, ik denk eigenlijk bijna hetzelfde als in het basisonderwijs. Dat je gewoon veel meer kan kijken naar je talenten en wat vind jij leuk? Of laat kinderen zelf vakken kiezen die ze willen doen in plaats van alle vakken voor allemaal. Ja. Kijk, ik begrijp best, Nederlands is superbelangrijk, Engels superbelangrijk, basiswiskunde superbelangrijk. Waarom was basis? Weet ik veel. Oh. Geen idee, maar dat schijnt superbelangrijk. Ik had basis Engels best handig gevonden. Ja, Engels, Nederlands en wiskunde. Misschien een beetje aardrijkskunde ook wel. Geschiedenis eigenlijk ook wel, maar een soort van basis, weet je? Okay. Ja, omdat je mag kiezen. Ja. Dat je gewoon dan, ik vond geschiedenis superleuk, ja, dus ik had er echt wel meer van gewild. Ik ook, en ik vind het ook een heel belangrijk vak, omdat ik het belangrijk vind om te weten waar we vandaan komen. Ja. Maar dat is mijn... En is dat dan onze echte geschiedenis? Dat is natuurlijk dan een tweede vraag. Ah, goud toch op, joh. Ja. Ja, die kun je ook weer inkleuren, ja. Ja, ja, ja. Nee, aardrijkskunde, nee, is de wereld bol of plat? We weten het niet. Ja. Oh, bol. Of het kan allemaal, is maar net hoe je er naar kijkt. Ja, het is allemaal je eigen waarheid. Ja. Ja, nee, nee. Dus ik denk zeker dat er een bepaalde basis natuurlijk heel goed is voor iedereen. Maar hoe leuk is het als je gewoon tijd en ruimte hebt voor je talenten? Want dan krijgen we hele uitzonderlijke goede... hoge wiskundetypes en hele uitzonderlijke goede creatieve talenten. En we willen nu te veel eenheidsworst. Ja. En hoe zie je dan bijvoorbeeld... Je moet toch in groep 8 ook al zo'n spreekbeurt doen, hè, groep 7? Mm-hmm. Dat waren zeg maar de momenten dat ik doodging. En de velen met mij, dat je voor de klas moet praten. Ja. Is dat nou echt helpend? Ik denk het niet. Oh. Ik denk het niet. Je hebt introverte mensen, extraverte mensen. Extraverte kinderen vinden het vaak leuker om te praten. Introverte kinderen totaal niet. Ik weet bijvoorbeeld Richard, die stotterde vroeger heel erg. Die moest een keer, wat had hij nou? Vertelde hij op de middelbare? Had hij een Engels mondeling? Kreeg hij gewoon een onvoldoende voor, omdat hij niet goed uit zijn woorden kon komen. Terwijl hij prima Engels kan, maar hij liep vast. Dan krijg je ook een onvoldoende. In plaats van dat er dan een andere gelegenheid wordt gezocht. Niet iedereen is goed per se in praten. Of nee, jij moet je hem nou zien. Ja. Even filmpjes weer. Ja. Hoeveel mannen zaten er? 2500. Ja. Ja. Ja, dus het zegt zo niks. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Nee, natuurlijk niet. Dat ontwikkel je dan later wel. Ja. Alles heeft zijn tijd en plaats. En je kan van groep 7 leerlingen ook niet verwachten dat. Nee. Sommige kinderen hebben echt doodsangst daarvoor. Nou, waarom zou het dan moeten? Ik had er echt doodsangst voor, hoor. Ja. En dan had ik op de middelbare ook nog, als je dan voor de klas moest presenteren. Ja. En toen moest ik mijn afstudeerscriptie doen voor mijn psychologie. En toen ging de knop om. Ik heb het heel goed gevoeld. Oh, en toen dacht je, dit ga ik vernelen. Ja. Ja, heel ben grappig. Ik, ja, en toen ben ik nooit, heb ik daar nooit niet op. Ik vind het nogal spannend, maar niet dat spannend als... Oh ja, als ik vond het altijd heel erg leuk. Ik wilde juf worden. Dus zet mij maar voor een groep een spreekbeurt houden over... Ja, twee vingers in mijn neus, vond het superleuk. En was ik helemaal in mijn element. Ja, ik kan niet begrijpen dat je dat stom vindt, bij wijze van spreken. Ja, ja. Want dat was, wiskunde was ik niet goed in, maar spreekbeurten houden, kom maar door. Ja, ja. Dus, en ik ben trouwens ook niet zo extravert, dus dat slaat eigenlijk ook nergens op. Dus ja, ik vond het gewoon leuk om te vertellen. Ja. Ja, grappig. Maar ja, dat dwingen we allemaal om dat te kunnen. En dan krijg jij dus een onvoldoende, want je vindt het spannend, je blokkeert volledig, je komt niet uit je woorden. Nou, dat is een matig... Ja, maar dat ging eigenlijk dan nog wel. Dus ik kon nog wel... Ik denk je helemaal dat... ging, dan ging je. Ik ging gewoon in een plooitje, maar ik voelde me natuurlijk niet fijn. Nee. Ik ging heel erg... Ik heb heel lang heel maatschappelijk in de plooi gepast. En iedereen dacht dat het gewoon goed ging. Je speelde gewoon je rol. Ja. Ja, ik deed gewoon wat van mij verwacht werd. Ja. Terwijl als iemand van mij op dat moment vraagt hoe gaat het, was... Ja. Ja. Dus en ik denk dat veel mensen dat ook nog steeds doen. Gewoon hun ding doen. Ja. In het plooitje houden. Ja. Terwijl je dan helemaal niet bij de gevoelswereld komt. Hoe het echt met zo iemand gaat. Nee, het is jammer dat we bijna ook niet durven zeggen... Oei, dit vind ik spannend. Ja. Of oei, dit kan ik echt niet goed. Want heel vaak als je dat zegt, is het ook al de helft minder spannend. Hè? Ja. Als het er mag zijn. Ja, maar ook als je kijkt naar leerkrachten, naar docenten. Vorige week was er een docent van Noa. Nou, die was echt... Ik weet niet wat er aan de hand was, maar die is toe aan vakantie, denk ik. Die was een beetje overdreven aan het flippen gegaan. En...
dat kan gebeuren. We zijn allemaal maar mens. Dus je gaat totaal uit je plaat tegen kinderen wat een beetje overdreven is. Dan kan je daarna ook gewoon zeggen, jongens, sorry, ik heb dit, ik zat er niet lekker in, ik heb slecht geslapen. Ik zat er niet lekker in, dat is een understatement. Sorry, ik heb niet goed geslapen of ik heb wel spanningen thuis. Ik heb misschien iets mijn stem verheft. Ik heb misschien ietsje overdreven, maar jullie waren ook gewoon verschillend. Dan ga je weer opnieuw. Maar dat je zelf durft toe te geven dat je hebt gefaald. Ja. Want dat is geen falen, maar we durven bijna niet toe te geven oei. En dan heb je weer een stukje verbinding. Want als die docent, wat ze dus niet gedaan heeft, tegen de kinderen had gezegd, ja jongens, echt, ik heb een beetje overdreven gereageerd. Ja, jullie waren heel vervelend, maar mijn reactie was een beetje buiten proportie. Ja. Sorry daarvoor, laten we overnieuw beginnen. Dan creëer je een... meer respect. Een verbinding van, oh, maar wacht even, de juf is ook maar mens. Ja. Maar ook naar je collega's toe. Ik weet van een docent, die heeft heel veel moeite met een bepaalde klas. En die zei dat in de teamkamer, van jeetje man, die klas, ik heb echt moeite mee. Nou, dat herken ik niet. Ik heb ze altijd onder de duim. En daarmee creëer je dus, jij faalt. Jij bent dus geen goede docent. Want jij hebt ze niet onder de duim. Ik wel. In plaats van dat je dus zou kunnen toe te geven van... Ja. Kijk, iemand geeft aan van ik heb er moeite mee. Dan kan jij zeggen van ik niet. Maar dan vind je elkaar niet. In plaats van als je echt degene bent die er geen moeite mee hebt. Hey, wat vervelend. Kan ik je helpen? Kan ik een keertje bij je komen kijken? Of kan ik een keertje jou even een kopje koffie komen brengen terwijl je bezig bent? Misschien helpt dat voor de dynamiek. Of, maar het is zo moeilijk om toe te geven dat je... iets niet goed kan. Ja. Ja, voor sommigen. Ja, we moeten alles maar goed kunnen. Nee, dat zou heel saai zijn. Ja. Toch? Ik kan alles goed. Oh, saai. Dat is leuk voor je. Lijkt me echt heel saai. Dan kun je niks meer nieuws leren. Lijkt me echt heerlijk. Nooit meer iets leren. Lijkt me echt heerlijk. Een alleskunner. Alles kunnen. Ook wiskunde. In the house, ja. Kan het snieden. Ja. Oké. Okay. Maar veel verandering nodig. Dat is eigenlijk wel wat ik hoor. Ja. En doortrekken naar de opvoeding. Zit er ook niet een beetje een verantwoordelijkheidsverschuiving in? Ik krijg natuurlijk een beetje op de zijlijn mee bij mijn zus hoe sommige dingen gaan. Daar vind ik het mijne van. Zij het hare. Maar bijvoorbeeld ouders de cijfers al laten zien. Dan verwek je ook een beetje de... Je maakt de ouders mede verantwoordelijk soort van. Terwijl vroeger was het gewoon iets tussen mij en school bijna. Ja. En pas als het echt heel bombarie werd, dan werden de ouders bij betrokken. Ja. Nu heb ik soms het gevoel dat de ouder ook verantwoordelijk gemaakt wordt van die cijfers en van de prestatie en houding op school. Terwijl, ik weet niet hoor, die ouder is gewoon ook aan het werk. Wat moet die daarmee? Ja, en toch denk ik wel dat het een driehoek is. Want het is een kind. Ook al is hij tiener, tot hun 23ste zijn die hersenen totaal nog niet volgroeid. Dus ik denk juist wel dat het een goede zaak is dat het een driehoek is. Want hoe ik thuis met hem omga, bevordert of verbreekt wel zijn verbintenis met school, zeg maar. Dus ik denk wel dat het goed is als school en ouders veel meer betrokken bij elkaar zijn. Want ik kan niet van een kind verwachten dat hij dat zelf allemaal oppakt. En ik denk dat vroeger ouders het van nature misschien ook wat meer oppakten, omdat ze nu eenmaal fysiek ook meer aanwezig waren dan nu. Zeker. Dus dat je dan van... Logisch dat ik aan mijn huiswerk ging. Mijn moeder was gewoon thuis. Als ik dan op de bank had gezeten, had hij echt wel gezegd, sorry, maar heb jij geen huiswerk? Ja, dan ging ik wel naar boven. En nu, ik ben straks pas om 3, 4 uur thuis. Noah is om 2:30 thuis. Nou, ga kijken wat er aan de hand is als ik thuis kom. Wat denk je? Ik denk, hij heeft toets donderdag. Maar ik denk dat hij zegt, ik kom uit school, ik ga eerst nog even chillen. Dus ik denk een horizontale houding op de bank. Met een bord naast zich waar nog een half afgeklauwd broodje op zit. Met de iPad, dat denk ik. Tieners zijn echt fascinerend. Ja. Dat denk ik. En als ik dan binnenkom, zegt hij... Ja, nou, ik wou net aan geschiedenis, dat denk ik. Lachen. Ja, dat is echt heel gek. Mijn zus en ik,
Ik weet niet hoe mijn ouders dat gedaan hebben. Wij gingen altijd meteen eerst huiswerk maken. Dat was echt zo... Wij vonden dat lekker als dat af was. Ja. Dus dan hadden hun echt... Papa zegt dat nog, ik snap er echt geen zak van. Jullie gingen altijd zelf afmaken meteen... en dan klaar. Voorbeeldig wat dat betreft. Ja, ik moet zeggen, ik vond het zelf ook altijd heel fijn. Ja. Dat hoe Noah dat doet, dat kan ik ook niet. Nee. Maar misschien is dat ook wel de moderne dopamine schermverslaving van kinderen. En in het geval van jongens... Ja. Ja, toch even een spelletje willen doen, even gamen en je vergeet de tijd gewoon. En dat was natuurlijk bij ons niet zo. Ik had wel een Game Boy. Hè? Ik had wel een Game Boy. Hey, met Tetris? Nee, ik denk dat je er, ja, dat zeker, ja, dat zal zeker wel meespelen. Ja, even dit. Of in die telefoon, hè? Daar verliezen ze zichzelf natuurlijk ook helemaal in. Ja. Ja, dat is wel zo, denk ik ook wel. Ja, moderne uitdagingen. Ja, hoe doen jullie dat met schermen dan thuis? Nou, met James dat niet nodig. Die is 5 en die taalt daar niet naar. En met Noah eigenlijk in overleg. Ik heb geen harde regels. Als hij gamet, doet hij dat vooral met vrienden. Dus dat vind ik dan wel weer wat anders of zo. En ik doe gewoon echt heel vaak, hoe vind je zelf dat het gaat... En dat werkt eigenlijk nog wel het beste, want soms dan verliest hij zich heel erg in een game, omdat hij bijna bij iets is. En wat ik wel altijd doe is meekijken. Ik weet wel wat hij speelt en dan heeft hij weer bijna een legendary Hufflepuff gehaald. Ja, ik weet het ook niet, maar ik doe alsof ik heel veel interesse heb. En... ook vanwege die verbinding. Ja. Want ja, laat maar zien wat je dan doet. En want dan... Ik zie ook namelijk veel dat ouders dan echt wel mopperen op dat gamen. Ja. En dan wordt het echt dat gamen versus mijn ouders. En ik denk, ja, het is wel onderdeel van zijn leven. Hij vindt het superleuk, begrijp ik ook. Het is ook best leerzaam op sommige gebieden. Om bepaalde strategieën of bepaalde samenwerkingen. Dus... Het is niet alleen maar slecht, hoor ik jou zeggen. Nee. En ja, hij mag dan niet op zijn game als hij bijvoorbeeld... Als pauze voor zijn huiswerk of zo, weet je wel. Soms heeft hij bijvoorbeeld een toets en dan gaat hij een half uurtje leren, een kwartiertje break, half uurtje leren. Ik zeg, ja, dan moet je niet op, dan word je helemaal. Dus dan moet hij met de honden eventjes wat doen. Oh, ja. Of in de tuin, we hebben ook konijnen. Gaat hij de konijnen even en dan even iets anders en dan doet hij dat weer. En 's avonds mag hij ook niet gamen. Dus dan kijken wij tegenwoordig Kamp van Koningsbrugge-achtige televisieprogramma's met de tiener. Ja, wat hij dan nog wel leuk vindt. Ja, oh, en Frans Bauer kijken we nu. Oh. Ja, dat is ook een programma. Is ook een programma. Leuk. Ja. Oh. Nou, ik noteer hem. Ja, Ries vindt dat heel leuk. Die is echt fan van, van Nederlandse talige muziek die de gemiddelde... leeftijd wat omlaag haalt. Ja, ik snap het. Vindt Richard heel leuk. Okay. Ja. Nou ja, maar dat is wel leuk. En daar vind je ook weer die verbinding, want dan zit je toch met elkaar in de televisie te kijken. Ja, alleen je moet dus wel wat moeite doen voor je tiener, want ik kijk dus nu naar programma's die ik misschien zelf niet zou kijken, maar waarvan ik weet, Noah, die vindt het wel leuk. En je vindt daar inderdaad een stukje verbinding. Ja. En je moet echt andere moeite doen dan wat je bij een peuter of een kleuter... Ja. Makkelijker, het gaat makkelijker. Ja. En nu moet je jezelf even comfort stretchen en zeggen, oké, wil je eigenlijk een keer leren Fortnite? En nou, ik had geen idee wat ik aan het doen was, maar ja. Ik vind het toch wel leuk om dat te proberen. En ik denk als je dus vanuit dat gesprek, kan je ook het gesprek voeren, ja, wat vind je er zelf van? Je zit nu alweer een beetje te veel, hè, Noel? Ja, dat vindt hij dan zelf ook wel. Oh ja, dan is er gewoon een reëel gesprek mogelijk. Ja. Ja. Maar ik denk dat het wel mooi is voor iedereen met tieners, denk ik, om te beginnen met vanuit die verbinding. En inderdaad, je kunt je wel afzetten tegen zo'n game dat jij er als ouder van alles aan vindt. Maar verdiep je er eerst eens echt in. Ja, ga eens meekijken. Ja. Of maak zelf een account aan en ga het ook eens meedoen. Hij vindt het fantastisch als je prutst. Ik ging Fortnite spelen en hij lag helemaal gevouwen. En dat vind ik, dat is heel leuk, want dan kan je elkaar vinden. En dan voelt hij zich fantastisch, want mijn moeder bakt er niks van. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als met de peuter en de kleuter. Want ik bouw dan een toren en die laat ik instorten. Oh, nou, de kleuter ligt in een deuk. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Om op hun niveau mee te kunnen doen en te voelen van... Hey, ik beheers dit beter dan jij. Ja. En kunnen Noah en James ook leuk met elkaar spelen? Of leuk ja, met... soms wel. Soms. Nee, ze kunnen wel leuk met elkaar spelen. Alleen die kleine, die weten heel goed hoe die
op de knoppen moet drukken van zijn broer. Ja? Ja. Ja, en die weet, Noah houdt bijvoorbeeld niet van smakgeluiden en zo. En dan gaat die kleine echt zo bij zijn oor zitten als ik even niet kijk, weet je wel. Oh, dat is gemeen. Ja, 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 ja. En dan ga je Noah naar mijn poor en dan gaat die kleine huilen. Oh ja. Maar daar had jij dan toch wel even allemaal door? Ja, maar toch zeg ik dan wel, no, je bent de oudste. Laat je niet zo opnaaien door die kleine. En dan ja, is Noah terecht natuurlijk geïrriteerd van, ja, maar hij begint. Ja. Hij smakt. Ja. Ja. Hij ademt. Hij daagt me uit. Ja. Ja. Dus nee, ze kunnen heel leuk samen stoeien. En ze werken heel veel samen met bouwen. En ook met de beesten zijn ze veel bezig. Dus, dat is leuk. Maar ze kunnen elkaar ook flink irriteren. Ja, nou, dat hoort toch? Dat klinkt als een gezonde broederschap. Ja, hè? Ja, ja. Dat mij ook, ja. Ja. En wel, vind je dan, is de ouderschap ook iets wat je heel leuk vindt, zeg maar zelf? Met die kleine, je hebt toch ook als ouders denken, ja, ik doe het, maar het is niet per se een hobby. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Ja, ik vind het echt heel leuk. Vooral denk ik omdat ik daardoor mezelf veel beter heb leren kennen. Want je wordt enorm getriggerd in je eigen overtuigingen en hoe ik vind dat dingen zo zouden moeten of zo. Dat ik nu denk, oh, waarom eigenlijk? Wat dan? Noem eens een voorbeeld. Nou, vooral denk ik het stuk dat ik me snel... Ik heb geleerd, onbewust denk ik. Niet per se zo door mijn ouders geleerd, maar... Ik wil wel braaf zijn en ik moest wel goed zijn. Braaf en, meisje zijn. Ja, denk het wel, ja. En voldoen aan... Wat zullen de buren denken bijna zo? Weet je wel? Gewoon gemiddeld zijn en goed zijn. En, doe maar niet zo gek. Doe je ook gek genoeg. Ja, dit doen we nu eenmaal zoals het hoort. Weet je wel? Bijna zo. En dat leren hebben mijn jongens mij wel geleerd. Vooral ook door mijn werk in het onderwijs, dat ik bij Noah dacht van, oh ja, maar wacht even. Ik doe nu als leerkracht iets wat eigenlijk totaal tegen mijn moedergevoel ingaat bijna. Dus dat ik daardoor wel heb geleerd van, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Ja, ja, ja. Dus ja, ze houden me wel een goede spiegel voor, ja. Ja, ja. Niet altijd leuk, denk ik, maar wel ook. Nee, is niet altijd leuk, nee. Nee, maar meestal wel. Ja, ja. Mooi, leuk. Hey, en wat ik me nog afvroeg, was natuurlijk even terugkerend naar Flip. Ja, de Flipster. Ja, ja, ik weet het. Het kwam nogal onverwachts. Nee, wij hebben Bobby. Dus ja. Bobby is nu 3,5. En Bobby, een doodle, even voor de kijker. Het is een labradoodle. Ja. En het is een vrij intense labradoodle. Hij is erg hoog in zijn energie. Hij is angstig. Hij is heel angstig. En wij hebben een jaar op Mallorca gewoond, toen hij 2 was. En in die periode hebben wij een jaar lang bijna geen visite gehad, bijna geen traffic gehad. Als ik hem ging uitlaten, wij wonen vrij afgelegen, was dat op het land eigenlijk. Dus hij zag bijna geen mensen. En ik denk dat dat in die periode voor hem heel cruciaal is geweest. Hij was nog heel jong. En dat wij weer in Nederland kwamen, kwam dat eigenlijk voor hem... Hij was al alertig, maar dat wij in Nederland kwamen was dat voor hem echt als een shock. Want wij zijn altijd al een beetje huizen de zoete inval. Dus bij ons komt alles binnen en is voor hem heel intens. Dus we zijn goed met hem aan het trainen gegaan door jouw adviezen. En het gaat echt een stuk beter. Maar hij blijft scherp. Ja, hoog in zijn energie. En toen had, ik weet niet eens meer wie, onze dierenarts, maar ook iemand anders gezegd van nou, misschien is het goed om naast Bobby een rustiger, ouder mannetje te zetten, die wat stabieler is, die hem wat kan helpen om te vertragen in zijn energie. Een beetje dat roedelgevoel, dat hij wat, dat hij voelt van, oh ja, wacht even, ik kan ook op jou leunen, bijna zo. Nou, tof, leuk, maar vind maar eens een hond die... En ouder is en tegen katten kan en jonge kinderen en chaos en een andere hond en alles. Dus dat was gewoon niet, ik heb niet heel erg actief gezocht hoor, nee. Maar dat kwam gewoon niet voorbij. En toen vond ik Flip via een asiel in Spanje. Vrienden van ons hebben daar ook hun honden vandaan. En die is 10 jaar oud, een mannetje. Hij is al zo oud? Ja, hij is al 10 jaar. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, hij is al 10 jaar. Echt een senior. Een Yorkshire Terrier. Echt zo'n klein, grijzig, bruinig hondje.
En dus ik had met die vrouw gebeld. Van, nou, we hebben Bobby, is wat ouder en wat jonger, maar echt... Filip is heel, heel rustig, heel stabiel, kan overal mee naartoe. Is van een oud vrouwtje geweest. En dat vrouwtje kreeg Alzheimer, kon niet meer voor hem zorgen. En zo. Kan goed met katten, kan goed met andere honden. Hij is heel makkelijk. Easygoing hondje. Ja, prima, kan er wel bij. Dus die heb ik 5 weken geleden met Noah van Schiphol opgehaald. Maar die landen dus om 2 uur 's nachts. En ja, dan moet je dus voorstellen dat je dan een hond... Ik heb ook nog 2 katten. Een hond zou binnenbrengen bij een andere hond en 2 katten om 2 uur 's nachts. Dat is natuurlijk niet een aanrader. Nee. Dus ik heb niet die terrier onder mijn arm mee naar mijn slaapkamer genomen. Maar naast ons gelegd. Ik denk, die chaos, die doen we morgen wel. En, jij dacht, dat ruikt Bobby niet, dat er een hond in huis is. Hij heeft niet... Nee? Nee, hij slaapt in een bench achterin. Ja. Dus, en ik ging met de trap zo. Dus ik gok dat dat wel redelijk goed is gegaan. En de volgende ochtend hebben we buiten de ontmoeting gedaan. En dat ging eigenlijk heel goed. Echt? Ja. Wat leuk. Ja. En met de kat ook? Ja. Met 1 kat wel. De andere kat is ook Spaans. Die kwam aanwaaien op ons huis. Die hebben we meegenomen. Hij zei meteen puta madre. Ja. Ik dacht, die spreken dezelfde taal. Niet. Of ze doen allebei dit de hele dag. Ja. Mijn. Ja. Mi casa. Ja. Zo gaat het. Ja. Echt? Ja. Ja. Oh. Ja. Dus... Maar die is schuwer of zo. Dus daar rent hij meer achteraan. Of? Nou ja. Ik had natuurlijk weer, ben echt à la Renaatje hier weer totaal ingedoken. Ik ben een manifest generator. Als ik denk, dit is leuk, dan ga ik het gewoon doen. Maar ik had natuurlijk wel even kunnen googlen op het ras Yorkshire Terrier. Want het is wel een terrier. Ja. Dus dat is naar de kat wel... Maar waarom bij de ene wel dan en bij de ander niet? Omdat de andere kat niet had. Die zit hem aan te kijken en die denkt, ik weet niet wat je aan doet, sukkel. En die springt gewoon op. En die Spaanse kat, die gaat blazen en terugslaan. Dus, maar die terrier die doet dan ook weer net niks. Die Flip die staat zo te keffen zo. En als die Spaanse kat dan met het pootje dit doet, gaat hij al gillen, weet je wel. Dat rent al gillend weg. Heeft niets en wat aangeraakt. Doet Bobby hier dan tussendoor? Nou ja, die zit echt zo naar te kijken van, ik weet niet wat hier is gebeurd. Maar, dus rust brengen is misschien niet wat Flip komt doen. En stabiliteit. Maar met Bobby gaat het wel, het gaat in harmonie. Maar omdat hij dus dat ras is wat wel feller is, ook in toch misschien wel stress. Dit de hele dag zo, dat echt dat terrier, dat, ja. Dat is niet per se een stabiele factor voor Poppy. Dus het helpt nog niet, dus we moeten misschien kijken voor een derde hond. Nou, misschien niet. Misschien moeten we hier even nader over praten. Ja. Ik heb er wel ideeën over. Ik heb er wel een mening over. Nee, geen mening. Nee. Wel ideeën. Dus, heb je ook een bench voor Flip? Nee, dat is die hond niet gewend. Nee. Dus dat gaat echt piepen. Oh. Dus ik zei tegen onze dierenarts ook van... Ja, ik zeg, dat is 10 jaar. Die krijg ik echt niet meer. Als het niet dood is, kan hij alles leren. Ja, oké. Okay. Okay. Dat kan, maar het ligt een beetje aan hoeveel tijd de energie er natuurlijk in wil stoppen. Dat is wel zo. All right. Dus dat is een beestenboel bij ons thuis. Het is een hele beestenboel. En dan nog met de konijnen en iedereen. Maar jullie gingen gewoon even een jaar naar Mallorca trouwens. Wat was dat? Ja. Gewoon. Avontuur. Ja. En heb je dat met kinderen aan school gedaan? Dat vroeg mij af. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Oh, oké. Okay. Dat is buiten de regels. Nee, je waren gewoon een jaar ziek. Het heet creatief boekhouden, heet dat. Oh. Dat kan je googlen. En ik heb officieel een jaar daar gewoond met de jongens. En dan gaan ze niet naar school in Nederland. Oké. Okay. Ja. En dus waren we lekker een jaar met z'n vieren. Lekker. Ja. Ja, dat was echt heel fijn. Echt heel leuk. Ja. En had je toen nooit de angst, oh, dan leren ze een jaar geen wiskunde of rekenen? Nee? De vraag stellen is een antwoorden. Nee, echt nul. Nee. Ja, maar dat zijn natuurlijk wel ouders die dit leven. Al met 3 weken vakantie. Dat ze denken, oh, dan mist mijn kind van alles. Ja. Ja, nou, Noah had wel de boeken mee van school. Want hij mocht het hele jaar in principe doen vanaf daar. Dat is wel super meewerkend van school. En dus hij had de boeken mee. En, maar dat mocht, hij hoefde dus geen toetsen te doen of zo. Het ging er meer om, ja, hier heb je de boeken. Je gaat gewoon naar de tweede.
Maar als je dat niet haalt, dan blijf je zitten of ga je een niveautje lager. Dat was zeg maar de deal. En dat was eigenlijk helemaal prima. Dus hij heeft daar gewoon wel de boeken gelezen. Ik heb bijles, online bijles genomen voor wiskunde en voor Frans. Dat zijn vakken die moet je mij niet laten geven. En de rest heeft hij zelf gedaan. En dat heeft hij echt heel goed gedaan. Wow. Dus hij ging gewoon door naar de tweede. Stoer. Ja. En moest je daar veel bij zitten dan of veel bij helpen? Of was het echt op zijn eigen initiatief? Ik moest soms wel met hem een schemaatje maken. Dus dat zei hij bijvoorbeeld van de ochtend, de middag ben je dan vrij. Dus dan ging je in de ochtend dan een uurtje wat aardrijkskunde doen en een uurtje geschiedenis. Maar het ging wel echt met de Franse slag hoor. Spaanse slag. Ja. Spaanse slag, inderdaad. Ja, nou ja, in het ergste geval blijft hij zitten. Ja. Ja. Maar zo ziet het niet uit toch? Nee, dat was het worst case scenario. Nou, dat is dan toch prima. Ja, en dat vond hij zelf ook. Dus. Lekker. Ja. Lekker. Ja. Nou, nu heb je Spanje een beetje in huis gehaald van mijn Flip. God. En de kat. Ja, wat Spaans temperament. Ja. Jongen. En dat hele Montessori, dat is toch dat is ook een bepaalde stroming onderwijs. Ja. Hoor ik soms het een en het ander van. Is dat meer in lijn met wat jij denkt dat een goed idee is? Of? Een beetje, ja. Ja, maar zeker. Montessori is wat leuker aan Montessori is, vind ik, dat meerdere leerjaren bij elkaar in de klas zitten. Dus je kan ook heel erg van elkaar leren. Wat super leuk is, dat je hebt dan echt kinderen die wat ouder zijn, die, waar je ook een beetje aan kan optrekken. En waardoor je als ouderkind ook jongeren wat meer kan helpen. Dus je hebt ook door de niveauverschillen, dat is wel super boeiend. Ja. En, maar het blijft natuurlijk wel elke school die in principe regulier is en dus overheidsfinanciering krijgt, moet wel gewoon voldoen aan aan de eindnorm, aan de CITO-score, aan. Dus ja, Montessori of niet, de kinderen moeten wel in groep 8 gewoon een goede CITO halen. Ja, ja oké, okay, maar dan is de weg er naartoe misschien gewoon anders. Ja, denk ik ook wel, ja. James zit op de vrije school nu. En dat is ook een hele andere manier van aanpakken. En ik denk ook dat dat goed is. Ja. Wat staat bijvoorbeeld anders? Leren veel meer vanuit spel en vanuit intrinsieke motivatie. En veel meer bijvoorbeeld buitenonderwijs. Veel meer waar ben je vandaag mee bezig en hoe wil je dat precies onderzoeken. Veel meer vanuit thema's. En ja, dat is. Ik ben nog niet zover. Ik ben nu een module aan het doen waardoor ik meer leer over vrij schoolonderwijs. Ja. Omdat ik daar nu ook wat meer ga invallen. Dat spreekt me enorm aan. En maar ik weet er nog niet genoeg van om precies de hele theorie van Waldorf is het, onderwijs te snappen. Maar het zijn zeker leuke alternatieven. Ja, er zijn heel veel leuke vormen van onderwijs. Ja. En, nou had ik hem net. Vond ik heel belangrijk. Nou, het valt en staat ook met de leerkracht trouwens. Ja, hè? Dat klopt, tuurlijk. Als jij een hele fijne, reguliere school zit, gewoon lekker doorsnee en je hebt een fantastisch warme docent die met je meekijkt, die af en toe een oogje dichtknijpt, die zegt, weet je, laat jij de laatste twee sommen maar zitten. Ga jij lekker alvast naar buiten. Dat maakt de school. Ja. Ja. En zie je dan ook, James is nu 5, zei je? Ja. Zie je dan ook een verschil tussen nu James 5 en toen Noah 5 was? Dat hij meer, weet ik, voor oplossinggericht of meer initiatief. Ja, veel creatiever. Ja? James zit op de vrije school. Dat is natuurlijk sowieso heel erg met creativiteit. En als ik zie wat James ook muzikaal, die zit liedjes te zingen en die is heel creatief. En Noah, die heeft vanuit regulier werkjes al bij de kleuters. Hè? Dan maak je dus een Sinterklaas met watjes en een mijter. En dat is dan, en dan hangen dus zeg maar zo'n 20 dezelfde Sinterklaasjes aan een lijn. En dan zie je vaak wel dat die van jou dan net even wat lelijker is dan de ander. Dus Noah vindt zichzelf totaal niet creatief. En zijn creativiteit is eigenlijk totaal uitgedoofd in het reguliere onderwijs. Want hij kan dat niet, is zijn overtuiging. En bij James is het nog, bij de kleuters op de vrije school, in ieder geval op James' school, ik weet dus nog niet of dat landelijk zo is, maar tekenen ze nog niet echt dingen. Dus je wordt het eigenlijk een beetje verboden om dingen te tekenen. Dus je krijgt gewoon je wasco en een vel en maak maar. Vormen, kleuren, bogen. Dus je wordt veel meer gestimuleerd om niets te maken, in plaats van iets te maken wat iets voor zou moeten stellen. Dus James heeft nog heel veel
speelsheid in zing, in creativiteit, in... ze doen heel veel rollenspellen ook en theaterdingetjes en zo. Ja. Nou, dat vindt Noah echt, dat vond Noah toen al echt gênant. Ja, ja. Ja. En James vindt het helemaal leuk. Ja, James vindt het helemaal leuk. Ja, het is maar net hoe je als school dus bepaalde dingen kan prikkelen. Maar ja, is het dan wat ze aangeboden is natuurlijk altijd... Ja. Of is het gewoon het kind naar... Ja, dat kan natuurlijk ook. Je hebt geen nulpad van Noah, zeg maar, erlangs. Nee. Ze zijn niet allebei een wit onbeschreven blad waar wat op beschreven wordt. Nee, dat denk ik wel. Dat denk ik ook niet, nee. Maar ik denk wel dat je bepaalde dingen kan zien gebeuren. Dat je denkt, oh ja, dit is wel een reden waardoor jij dit misschien minder ontwikkeld hebt. Of juist meer ontwikkeld hebt. Noah heeft een hele fijne basisschooltijd gehad. Die heeft daar heel leuk gehad op de reguliere school. Ja. Hij heeft gewoon hele fijne docenten gehad. En ja, zijn creativiteit is daar misschien een beetje uitgedoofd. Ja. Maar goed, zijn wiskundetalent is daar goed ontwikkeld. Dus dat is prima. Ja, het is ook zo. Ja. Het is ook zo. Leuk. Leuke reis heb je afgelegd. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Met onderwijs en opvoeding. Ja, ik ben nog vol aan... Onderweg. Ik ben nog vol onderweg, ja. En wat is je wens? Of wat, naast een beetje invallen, een beetje hoe sterk, een beetje vertellen. Waar beweeg je naartoe? Wordt dit een... Ga je iets voor ouders doen? Of ga je iets voor de leerkrachten doen? Of iets voor de kinderen? Wat is je... Ja, goede vraag. Nee, ik denk toch voor moeders. Ik vind het denk ik enorm... Ik merk hoe belangrijk het is dat we als moeders... wat meer in verbinding komen met onszelf. En daardoor met onze kinderen. En ik zou het heel erg tof vinden om... ik ben nu al een beetje mee aan het spelen op social ook... een beetje vraag-aanbod. Ik kreeg laatst heel veel DM's over pubers en puberdingen. Toen heb ik een gratis masterclass live gegeven over pubers. Ik denk, nou kom maar, wie wil komen, kom maar. Ik vind het superleuk om te prikkelen, om te stimuleren, om te kijken... Oké, ga jij vanavond eens aan je kind vragen wat hij precies aan het gamen is. Dat kan zo'n klein stapje zijn, maar zo waardevol voor de relatie. En daar ga ik enorm van aan. En dus ja, ik zou veel meer dat willen doen voor moeders. Waarom doe je wat je doet? Doe het eens anders. Heb je al eens een keer een complimentje gegeven aan de docent? Weet je, het is goed voor je relatie. Naast wie zit jouw kind eigenlijk bij Frans? Met wie fietst hij mee? Wat eet hij in de pauze? Waar zit hij dan? Heel veel van die kleine dingetjes die zo goed kunnen zijn voor je verbinding. Ja. En ja, daar ga ik wel echt van aan. En dat wil ik veel meer gaan doen. Ja, dus voor de moeders... Yep. Met puberoerbreinen in huis, tieneroerbreinen. Ja, maar ook wel basisschoolleerlingen. Maar ik zie de urgentie is hoger nu bij pubers. Omdat ik vaak zie dat daar de verbinding sneller weggaat. Ja. Maar eigenlijk voor moeders, voor alle moeders. En dan wil ik het gewoon heel laagdrempelig doen. Ik vind het gewoon echt heel leuk om dat te kunnen creëren. Leuk. Ja. En zie je dan ook echt een platform voor je? Ja. Ja. Ja, het liefst zou ik doen... Hoe sterke moeders? Moet ik even met iemand overleggen of dat wel mag. Maar nee, dat ga ik dus niet doen, Amber. Nee, nee. Dat wil ik juist niet. Nee, oermoeder, zoiets, ja. Nee. Ik zal even vertellen. Zie ik zo moeke voor me. Ja, ik ook. Nee, ik zie veel meer voor me dat ik... ik zou het heel leuk vinden om toffe producten te maken voor moeders. Zoals ik. Die aan het zoeken zijn naar, oké, maar hoe kan ik me nu verhouden tot dit probleem? Of tot waar ik nu voor sta? En dat product kost €5. En dan zou ik het heel tof vinden als ik die €5 dan zou kunnen geven aan een moeder... die zich niet druk kan maken over de triggers en overtuigingen... maar die zich druk maakt over of ze de boodschappen wel kan betalen. En dat is mijn ultieme wens, dat ik het geld dat ik verdien met... Ik noem ze maar even de bakfietsmoeders die ik ook ben. Die willen kijken naar hun overtuigingen, hun triggers, schermtijd, whatever je ook druk maakt in je privileged leven. Want dat heb ik. Maar hoe kan ik dan van betekenis zijn voor moeders die dat niet kunnen? Die geen fruit mee kunnen geven naar school, want die hebben daar gewoon oprecht geen geld voor. En dat lijkt me dus echt heel tof. Dat is mijn wens. Ja. Help als bakfietsmoeder... De oermoeder. Ja, mooi. Ja. We gaan wel even brainstormen straks. Leuk, mooi. Ik wist niet dat dit de route ging worden. Echt heel gaaf. Nee, ik had hem al heel lang uitbedacht dat ik zoiets wilde doen.
En ik had steeds met Ries ook over, dat is fijn als je ook een beetje zo'n businesspartner bent, van dit, ik heb een heel goed leven en ik hoef geen geld te verdienen aan een masterclass. Maar ik vind het wel heel leuk om geld te verdienen aan een masterclass als ik daarmee iets goeds kan doen. En dan stroomt het de goede kant op. Ja. En dat zou ik heel tof kunnen vinden. Ja. We hebben met Oersterke Vitali zoveel moois kunnen neerzetten en zoveel toffe dingen kunnen doen. Ja. En ik vind het heel leuk om op die manier ook iets te kunnen betekenen. Ja. En heb je mensen nodig, zeg maar? Want het staat nog in de kinderschoenen, hoor ik wel. Je bent dat echt nog aan het opbouwen, of niet? Ben je aan het starten? Heb je een lijntje nodig naar de moeders die het nodig hebben? Of ik zit namelijk meteen in mijn netwerk te denken. Dan denk ik, Ja. Ik heb wel contact met één moeder uit Rotterdam die daar veel doet voor andere moeders. En ja, hoe meer moeders, hoe beter. Die zich kunnen aanmelden, die iets weten waar van bijdrage moet zijn. Ja. Alleen, er is nu nog geen euro, hè? Renaatje moet nog, aan de bak. Maar ja, nee, dat lijkt me fantastisch. Ja. Nou, ik denk dat degene die zit te luisteren, die weten wel dat ik hun bedoel, denk ik. Ja. Maar ik zie daar wel in mijn netwerk zo een paar mogelijkheden. Ja, het lijkt me echt heel tof om, om te Als de podcast uit zal ik even iets nader, maar ik weet niet. Ja, snap je? Dat is een beetje ingewikkeld. Ik ga aan de bak vanmiddag als ik Noah zijn geschiedenis heb gezet. Ja, dat snap ik. Nee, alles tijd voor tijd. Prioriteit eerst, hè? Ja, zeker. Hey, leuk. Mooie plannen. Ja. En heb je al iets? Kunnen mensen ergens al naartoe? Of is het gewoon je Instagram-account? Ze kunnen mijn Insta bekijken. Daar is mijn website ook te vinden. Ah. Ik stuur regelmatig een mailing met wat prikkelende casussen en wat grappige verhalen. En ook mijn eigen fuck-ups, want die heb ik ook wel veel. En wat is je laatste fuck-up? Ja, ik heb wel... Ja, dat is wel een grote fuck-up. Ik heb wel echt lopen schreeuwen tegen Noah. Wel, ik denk... afgelopen oktober, dat hij niet aan zijn huiswerk ging en dat hij echt niks deed. En toen ben ik echt wel uit mijn plaatje gegaan. Ja, dat was niet tof. Loedermoeder. Ja, dat was echt een loedermoeder, ja. Echt heel intimiderend. Ik was echt, ik weet niet meer waarom, maar ik had al 100 keer gezegd, nou, je moet echt wat... Want hij had natuurlijk op Mallorca had hij natuurlijk een jaar lang thuis kunnen werken en nu moest hij naar school en dan had hij echt toetsen en deadlines. Dat was super moeilijk voor hem om te plannen, dus hij werd wel echt wel in het diepe gegooid. En ik had gezegd, oké, dit, ik help je mee met een schemaatje en ik hielp hem. En toen zei ik tegen hem van, oh no, je had al 10 minuten geleden moeten beginnen aan... En toen kreeg ik de oogrol en de zucht. Ja, toen ging ik echt helemaal uit mijn plaat. Kreeg je de oogrol? Doe het voor jou. En ik ging echt totaal in de martelaar. En weet je, ik help jou en je zit met je ogen aan me te rollen. Weet je, ik trek mannen er wel vanaf, dan maar een onvoldoende. Ja, ik gaf wel alles. Ja. Even alles kwam eruit. Ja, dat was echt wel een grote vakkamp. Ja, ik ging echt, ja. Dat was ook niet tof. Ik en voelde toen, dan in de heat of the moment ben je weggelopen? 3 uur later. Ik grapje. Nu? Een half jaar later, sorry Noah. Ja, maar ja, ik denk dat super herkenbaar is, maar dan? Ja, toen... Ben ik weggelopen. Ja, hij zat beneden aan de eettafel. Ben ik weggelopen. En ik moest echt kalmeren, want ik was echt boos. Ik vond het echt niet tof wat hij deed. En nou, ik vond nog steeds dat ik gelijk had. En, maar toen zag ik zijn reactie. Oh. En toen zag ik echt dat hij heel erg verdrietig was. En ja, toen ben ik wel meteen op teruggegaan. Ik heb een knuffel gegeven. Ik zeg, jeetje, nou, dit kwam echt uit... Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dit kwam uit mijn tenen. Oh, ik kreeg helemaal kippenvel. Ja, dat was echt heel sneu. En ja. Nee, maar ook kippenvel dat je terugging en de knuffel. En waarschijnlijk is het daarna een heel mooi gesprek geweest. Ja. 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 En heeft hij misschien kunnen zeggen dat hij een beetje moeite heeft met uit Spanje naar hier. En kwam eigenlijk... Precies. En daar kreeg je kippenvel van. En ik zei van, ja, weet je, ik wil je helpen, voor mijn idee help ik je, maar jij luistert niet. En als ik dan zeg dat je iets moet doen, dan ga je met je ogen rollen. En dan, ja, terwijl ik natuurlijk helemaal niet in charge ben voor zijn, als ik hem help, hoeft hij dat niet te doen. Dat is nog steeds zijn keuze om er zelf iets mee te doen. Alleen, ja ik was wel... En ik vond dus ook, ik was mezelf dus compleet, want ik was dus aan het flippen over... geschiedenis. Weet je, terwijl ik weet, het interesseert me geen rol. Nee. Al gaat hij niet over, al haalt hij een 3. Het is maar school. Ja. Dus ik was en ook mezelf. Werd je even meegenomen. Ik was mezelf ook totaal kwijt dat ik dacht: ga ik nou over school en een toets? Renaat, jij? Ja. Dus ja,
Ja, dat was mijn laatste grote vak. En waar kunnen we deze fijne mails lezen? Op mijn nieuwsbrief kan je ze inschrijven. Ja. En dan komen ze gewoon in je mailbox. Oké, okay. Ja. Leuk. Nou, ik ga hem ook inschrijven. Ik wil deze vak ook wel lezen. Hey, en jouw Renate de Let voor je Instagram, toch? Ik weet het even niet meer. Ja, gewoon Renate de Let. Yes. En daar vind je link in de bio in je website. Dus ja. Renate de Let gewoon. Ja. Op. Renate Engberts. Hey. Daar is even een verschil gemaakt. Ja, dus link in bio, daar vind je hem wel. Zo, misschien was daar wel Renate de Let bezig is voor Google vindbaarheid. Ja, en volgens mij kom je er ook als je Renate de Let intoetst. Heb je het allemaal. Maar zo handig ben ik dan ook weer niet dat ik dat nu nog paraat heb. Maar in ieder geval Renate Engberts factuur. Leuk. Ja. Dus als mensen vragen hebben, we kunnen ze inschrijven voor nieuwsbrief of misschien daar ook... jouw contacten? Ja hoor, gewoon DM. Mijn DM is altijd actief en vrolijk. Okay. Dus, leuk. Ja. Heb jij het gevoel, hebben we een rond verhaal genoeg? Wil je nog iets aandikken of afvlakken of toevoegen? Nee. 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 Ik heb... Niks? Niks meer? Ik ben helemaal leeg. Nee. Dit was hem. Ja, uitgeput. Ik zit met één been alweer in de geschiedenisstoets. Ja. Ik ga niet bellen. Nee, ik heb niks. Vond het heel fijn om met je te kletsen. Ja, ik ook. De tijd vliegt. Heel leuk. Nou, dan ronden we hem af. Yes. Heel erg bedankt voor je tijd en je sprankelende energie heel en je praatje. Graag gedaan.